commissieleden, allemaal hartelijk welkom op deze eerste commissievergadering van het jaar 2017. Mensen op de tribune ook van harte welkom. Mensen thuis ook van harte welkom om mee te doen, mee te kijken, mee te luisteren. En natuurlijk de mensen van de Rekenkamer ook van harte welkom. Vervolgens is er aan de orde de inventarisatie van insprekers. Wenst er nog iemand in te spreken over een bepaald onderwerp? Nou, volgens mij wilt u niet inspreken, maar volgens mij hebt u iets voor de rondvraag. Ja, nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Puntje 2, dat is puntje 2 wel. Dat is. En inventarisatie. Nee, maar de rondvraag is aan het eind van de vergadering. Dus, Gelukkig. Ik vond al een verhoogde hartslag. Mijn favoriete onderwerp komt aan de orde. Zeg. Er is één inspreker. En dat is meneer Vroon. En ik heb meneer Vroon afgesproken dat hij inspreekt op het moment dat het agendapunt aan de orde is. Want we gaan eerst het rekenkameronderzoek afwikkelen. Vaststel ik afsprakenlijst van. Agenda heb je verder? Ja. Nou, daar kom ik zometeen nog even op. Ja, want formeel moet ik ook even de agenda-vaststelling aan de orde stellen. Van, kan de agenda gegaan worden? De heer Middelkamp. Voorzitter, onze fractie wil voorstellen om agenda punt 7, startnota nieuw naberschap. Vooralsnog van de agenda te schrappen en daar op een later moment, als er een wat meer voldragend stuk is waarbij ook de Raad de juiste kaders heeft kunnen stellen, het alsdan weer te behandelen en aan de agendacommissie te vragen om het binnenkort te agenderen waarbij de Raad de kans krijgt om, en de kans neemt om kaders te stellen. En als we kijken naar andere notities of nota's van de afgelopen periode, dan blijkt daar nog wel eens uit dat nadat er een besluit is genomen over een nota, de Raad de grip kwijt dreigt te raken en er onvoldoende sturing aan de voorkant is gegeven om tot een goed besluit te komen. Dus om deze reden, voorzitter, zouden wij willen pleiten om het agendapunt te schrappen. Dank u wel. Ik heb even behoefte aan een toelichting van uw kant. Van, hoe moet ik dat zien, kaderstellend? Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, als je kijkt naar de notitie, maar dan gaan we er inhoudelijk op in, dan kunnen we vaststellen dat het een langlopend project is, hè, wat tot een horizon tot 2020 heeft. Het is een project waar we de uitkomst niet van kennen. Het is een project waar de inzet van de financiële middelen onzeker is. Dus we beginnen ergens aan een traject en dat hebben we, de woonvisie, als die straks aan de orde is, dan zien we daar ook een goed plan, een goed stuk. Maar vervolgens raken we de weg onderweg een beetje kwijt. Er is onvoldoende terugkoppeling, we geven onvoldoende van tevoren sturing aan het proces. En dan dreigt het de verkeerde kant op te gaan. Deze nota, startnota, is nog minder voldragen dan vele andere stukken. En dat is voor ons aanleiding om voor te stellen het stuk niet te behandelen. Ik hoop dat dit voor u voldoende toelichting is. En anders zouden we er nog dieper textueel op moeten ingaan. Maar dan zijn we eigenlijk het stuk aan het behandelen. En wij pleiten juist om dat niet te doen. Als u een ander stuk wilt, dan lijkt het me een uitgelezen kans om in deze commissie aan te geven van welke onderdelen u mist en wat u gewijzigd wilt zien. Want als het wegschuiven, dan gebeurt er helemaal verder niks. Mevrouw Makkinga. Ja, voorzitter, ik heb wel even behoefte om hierop te reageren. Het verbaast me inderdaad dat u voorstelt om juist deze startnota van tafel te halen. Want ik dacht dat dat nu net de kern van de discussie zou zijn. Het is een startnota, er is over gesproken met verschillende partijen, heb ik begrepen uit wat er voor ligt. En het is nu aan ons om in mijn optiek althans, of niet in de optiek van het CDA, nu ook lijnen aan te geven van, goh, hoe kijken wij hiernaar? Missen we nog iets? Moet daar nog aangescherpt worden? Of wat dan ook maar. Zodat we inderdaad die kaders
voor een deel meegeven. Maar ik denk dat dit het begin van een proces is. En als je zegt, ja, we schuiven het weg, dan komt er helemaal geen proces op gang. Dus ik zou absoluut niet voor zijn om deze nota van tafel te halen. Ik zie echt heel het nut er niet van. Het is een startnotitie. We beginnen nu. De heer Middelkamp. Voorzitter, nog een kleine reactie dan. We beginnen nu, dat zegt u goed. En dat is ook het doel wat beoogd wordt in deze startnota. Maar we hebben van tevoren niet duidelijk, althans dat is onze mening, niet duidelijk wat nou de kaders zijn waarbinnen het college aan de slag gaat. Het is aan alle kanten een volstrekt open traject. En wij denken dat het goed is dat we het college als basis een aantal uitgangspunten meegeven. Zodat er een goed project gedraaid kan worden. In plaats van dat we zeggen, nou, we gaan starten. We zien wel waar we uitkomen. We zien wel hoe we de middelen verdelen. Ergens in 2020 zijn we klaar. En dan zien we wel weer verder. Nou, dat zou niet onze aanpak zijn. En dat is wat wij bedoelen met het op een ander moment, maar dan gedragener met goede kaders voor het college op de agenda te zetten. De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. Juist de uitspraken die zojuist vanuit het CDA, maar ook vanuit de VOV over tafel zijn gegaan, sterken ons juist in het wel handhaven van dit agendapunt. We moeten met het agendapunt oppassen dat we inderdaad dan ons niet bewegen op het niveau van de raad. Maar nu hier vanavond vragen kunnen stellen die helpen om die start te verduidelijken. Dus wat dat betreft graag dit agendapunt wel degelijk handhaven. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Nou, wat de heer Van der Mooren heeft gezegd, maar mevrouw Markinga heeft gezegd, dat onderstreep ik volledig, want er staat duidelijk in een stadnotitie. En ook als je notitie verder leest, ja, dan lees je gewoon dus, we kunnen stappen gaan maken, we kunnen kaders aangeven. Dus ik ben hoogst verbaasd dat dit dus nu van de agenda zou moeten, volgens het voorstel van de VOV. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat juist een van onze hoofdtaken als raad is dat wij kaderstellend zijn. En ik denk dat de startnotitie uitnodigt om ons kaderstellend vermogen daarin te etaleren. Dus ik zou zeggen, laat u uitdagen en breng uw kaderstellende ideeën naar voren. De heer Moerman. Ja, voorzitter, ik ben ook voorstander van om het wel te behandelen. Inderdaad, conform de andere insprekers. De heer De Vries erop blijft. Laat ik mij dan ook nog even uitspreken dat ik denk ik als fractie, daar zijn we ook voorstander om op dit moment met name over die kaderstelling te discussiëren. Dat betekent dan wel dat we helder moeten afspreken hoe dan de notitie hier in een meer voldragen vorm terugkomt, zodat we er een besluit over kunnen nemen, zodat het dan ook ingezet kan worden. Want ik ben wel van mening dat de huidige notitie eigenlijk onvoldoende aanleiding geeft om beleid in te zetten op basis van die notitie. En dat is denk ik waar het de heer Middelkamp om te doen is. Dan concludeer ik dat het agendapunt gewoon behandeld wordt vanavond. Waarvan akte. Het rapport van de Rekenkamercommissie. Het is een goede gewoonte dat de voorzitter van de Rekenkamer het rapport inleidt. Daarbij geassisteerd door de onderzoeker. Dus ik geef u het woord, meneer Willemen. Ja, nee, dank u wel, voorzitter. Wij als Rekenkamercommissie, en als ik het heb over wij als Rekenkamercommissie, de andere drie leden van de Rekenkamercommissie zitten op de tribune. Wij zijn blij en hebben er ook waardering voor dat wij op deze manier het rapport kunnen aanbieden en toelichten. Het was eigenlijk de bedoeling om dat in afgelopen december te doen, maar gezien de drukke agenda in die maand is een overleg met het presidium besloten om dat nu in januari te doen. Het onderwerp van dit onderzoek hebben we in goede samenspraak met de raad of met het presidium hebben we dat besloten. En gaandeweg het onderzoek hebben we vastgesteld dat het een goed gekozen onderwerp was. Waarom? Omdat
al vrij snel zichtbaar werd dat de conclusies en de aanbevelingen uit dat rapport, dat Ommen daar iets, de inwoners van Ommen daar iets aan zouden kunnen hebben. Maar anderzijds ook omdat de betrokken mensen waar wij mee gesproken hebben, dat was de wethouder, gewezen wethouder, raadsleden, ambtenaren en medewerkers van de Veste, de woningbouwcorporatie, heel intensief met ons meegedacht en meegewerkt hebben en ook een zeker enthousiasme aan de dag legden over dit onderwerp. Het onderzoek heeft plaatsgevonden eigenlijk in een hele korte periode, tussen 6 april vorig jaar tot 17 mei. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een conceptrapport op 25 augustus. Tussen 25 augustus en medio december heeft er nog een verfijning plaatsgevonden naar aanleiding van een ambtelijke reactie en een bestuurlijke reactie. Het feit dat het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 6 april en 17 mei heeft ten gevolge gehad dat wij de beoogde evaluatie van de woonvisie zoals die er nu ligt en die eigenlijk beoogd was dat die gehouden zou worden in het najaar van vorig jaar, dat we die niet hebben meegenomen. En ik heb inmiddels begrepen dat die evaluatie niet in het najaar heeft plaatsgevonden van vorig jaar, maar dat dat ergens begin dit jaar zal plaatsvinden. En ook hebben we niet mee kunnen nemen de nieuwe prestatieafspraken met Veste die eind december gemaakt zouden worden. Maar of die gemaakt zijn, is mij niet bekend. Maar die twee elementen, toch redelijk belangrijke elementen, hebben wij in het onderzoek niet mee kunnen nemen, omdat het onderzoek toen al was afgerond. Het onderzoek is gebaseerd op groot documentonderzoek, wat gedaan is door Rigo in de persoon van de heer Jan Schelen met zijn collega. En dan heb ik hem bij deze ook geïntroduceerd. En er zijn een aantal gesprekken gevoerd, en zoals ik al zei, met de huidige verantwoordelijke wethouder, de gewezen wethouder, ambtenaren en van ambtenaarbestuurders en met mensen van de Veste. Ik heb zelf een aantal van die gesprekken bijgewoond en bij alle gesprekken zijn ook steeds leden van de Regenkamer aanwezig geweest. Zelf heb ik gezeten bij het gesprek met de raadsleden. Een aantal uur was daarbij aanwezig. En ik moet zeggen, ik vond met name de openheid waar de gesprekken in plaatsvonden, terwijl het toch soms wat moeilijke onderdelen had, dat heeft ons erg aangesproken. In het rapport staat nog een opmerking over de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie. En daarmee hebben we willen aangeven dat de bemensing op dit onderwerp vanuit Ommen eigenlijk heel erg klein is. En dat werd nog bemoeilijkt omdat de betrokken ambtenaar vlak voor dat wij met onderzoek begonnen van functie veranderd is van de gemeente Ommen naar de woningcorporatie. Maar we hebben ook geconstateerd dat de nieuwe ambtenaar die haar is opgevolgd, maar ook de vertrokken ambtenaar naar de Veste, heel coöperatief hebben meegewerkt. En dat ook de gewezen ambtenaar die nu bij de Veste werkt, dat hij heel erg goed met beide petten is kunnen omgaan. Tot slot, dankzij de goede medewerking, zoals al gezegd, van het ambtelijk apparaat, de bestuurders, de Griffie, maar zeker ook de Veste, zijn we erin geslaagd om duidelijke conclusies te trekken, om een aantal heel concrete aanbevelingen te doen. En wij hopen, of eigenlijk wij verwachten, dat wanneer die aanbevelingen door uw raad worden overgenomen, dat dan de huidige en de toekomstige inwoners van Ommen een kwalitatief en kwantitatief goede woonvoorziening krijgen met een voldoende differentiatie. Met deze inleiding, voorzitter, zou ik u het rapport willen overhandigen en aan u, eigenlijk aan alle leden van de commissie. En dan zou ik het stuk ter discussie willen geven. En de heer Schelen en ik hebben een werkverdeling gemaakt dat inhoudelijke vragen over het rapport beantwoordt hij. En als er wat meer beleidsmatige vragen zijn, dan zal ik die voor mij rekening nemen. Maar ik kijk nog even naar de heer Schelen of hij nog een korte toelichting op voorhand wil geven.
Dan kijk ik naar de vergadering naar u, voorzitter. Want ik kan een korte inleiding of een samenvatting geven van de hoofdlijn van het rapport. Maar ik weet niet of dat wenselijk is hier in uw midden. Waar gaat de voorkeur van de commissie naar uit? Direct vragen te stellen of eerst een korte inleiding? Voorzitter, normaal gesproken zou ik een inleiding wel op prijs stellen. Maar nou goed, dan neem ik een stukje van mijn betoog. Want als ik kijk van, en daar ben ik ook zeer tevreden over, over het stuk van de samenvatting wat de Griffie heeft gepresenteerd, dan hoeft die inleiding van mij niet. Dan gaan we over tot de vragen. De rest is slechts, voorzitter, u het rapport aan te bieden. De vragen. Meneer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik zit nu ook even te piekeren, want wij hebben bij dit overigens zeer duidelijke rapport, vandaar dat we ook niet 1, 2, 3 behoefte hebben aan een nog weer een samenvatting van het rapport, hebben we wel wezenlijke vragen en opmerkingen, maar wij zijn zelf al tot de conclusie gekomen dat die meer passen in de raadsbehandeling dan in de commissiebehandeling. We hadden voor ons twee goede technische vragen, meneer de voorzitter. En toen de naam van de heer Schelen werd genoemd, dacht ik, mooi, dan kunnen we dat prima combineren. Alleen had ik niet helemaal in de gaten welke heer Schelen. Dus eigenlijk beginnen die vragen ook te vervallen. En dat klemt nog des te meer nu de voorzitter, en dan heb ik het over de voorzitter van de rekeningscommissie, al zelf heeft aangegeven dat die evaluatie eind 2016 niet helemaal op zijn plek was. Want als we dat gingen combineren, ook nog weer met de evaluatiemomenten en de bijstellingsmomenten die het woonbeleid 2015-2025 zelf al kent, dan wordt de verwarring best wel redelijk groot. Maar om die vraag nu voor te leggen aan de rekeningscommissie lijkt mij totaal ongepast, dus die vraag sla ik over. En het tweede punt heeft de voorzitter van de rekeningscommissie ook al aangeroerd. En dat is namelijk de marginale bezetting wat dit onderwerp betreft. En dat brengt ons tot de niet nu ter zake doende algemene vraag. Wanneer kunnen wij als raad beschikken over een uitgebreider organogram dan wij al van de Griffie hebben gekregen, zodat we ook een beetje zicht hebben inderdaad op zo'n bezetting. En het gaat ons niet om ons te bemoeien met personeelsbeleid, maar wel om te weten hoe kwetsbaar we zijn wat de bestuursdienst betreft. Maar ook dat is niet een onderwerp dat nu expliciet aan de orde komt. Dus wat dat betreft gaat mijn beurt voorbij. Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken? We hebben 3 maal de term rekeningscommissie gehoord, maar dat is een hele andere commissie dan de rekenkamercommissie. Ja, volgens mij is er op dit moment in dit land wat discussie over, heb ik begrepen, vanuit Plasterk. Heel mooi gesproken, meneer Van der Mooren. En, met heel veel woorden duidelijk weten te maken dat er geen vragen zijn. Dat hebt u goed begrepen. De heer Remmels. Sorry dat ik wat later was. Of ik in herhaling val, zal blijken, dat weet ik natuurlijk niet. Maar als ik vragen heb, ben ik in ieder geval nieuw, begrijp ik. Want die waren er niet. Dus dat scheelt alweer. Dank u wel, voorzitter. Ja, met veel interesse en grote belangstelling heeft in ieder geval ook de LPO kennis genomen van het rapport over het woonbeleid in Ommen van de afgelopen jaren. En daar zal ik misschien wel in herhaling vallen. We zien een gedegen stuk werk afgeleverd door de Rekenkamercommissie met ondersteuning. En hiervoor zijn wij uiteraard de Rekenkamercommissie erkentelijk. De LPO erkent en herkent dat woningbouw de afgelopen jaren vooral in het teken heeft gestaan van bouwvolume. Als gevolg van onze hoge bouwgrondpositie met alle risico's van dien. En door de crisis op de woningmarkt, die ook in het rapport wel wordt aangehaald, is, of hopelijk gezegd, hopen we dat was, het een flinke molensteen aan het financiële been van de gemeente Ommen. Maar gelukkig zien we ontwikkelingen die ons positief stemmen, bouwactiviteiten in het havengebied, Vlierlanden. Even kijken, want het even springt, maar terecht wijst het rapport er ons op dat er meer is dan bouwvolume. En inderdaad, de focus heeft daar erg op gelegen.
Een hoogwaardig centrum wordt aangehaald, kwetsbare doelgroepen, levensloopbestendig bouwen, leefbaarheid kleine kernen, duurzaamheid. Ook zorgt het rapport ervoor, en dat gebeurt wel vaker bij rapporten van de Rekenkamercommissie, en zie dat als een compliment, dat we als raad weer de hand ook in eigen boezem moeten steken. We hebben toch steken laten vallen en we zijn wel onvoldoende duidelijk geweest wat we willen zien en horen op het gebied van informatie en de rolverdeling tussen raad en college. En ik denk dat we die ons moeten aantrekken, maar dat zal zeker in een vervolg ter sprake komen. De burgemeester gaf tijdens zijn nieuwjaarsspeech al aan dat hij het erg rustig vond in de raad. Gisteravond. Dinsdagavond. Sorry, ja, gisteravond was hij er ook bij de brandweer, maar dinsdagavond was het van de gemeente. Hij vond het bijzonder rustig. En ik denk dat we dat als een uitdaging, zeker uw handschoen, moeten zien die we dan maar oppakken. Om misschien wat meer rumoer te maken richting het college, om toch wel duidelijk te maken wat wij dan wel willen. Ja, dat is goed. Ik voel al wat hijgen, maar ik weet niet wat... maar ook, en dat is wel een serieuze noot die wij ook regelmatig hebben aangehaald, willen we toch ook graag de actieve informatieplicht van het college hier aanhalen. Want ook dat komt regelmatig hier ter sprake en ik hoop dat het college die handschoen dan wil oppakken. Tot zover de algemene beschouwing. En ik kom er wel tot een paar vragen, gelukkig. Nogmaals dank voor het rapport. Het is duidelijk, informatief, herkenbaar. Het levert niet heel veel vragen op. Dat hoorde u wel bij de buurman. Maar vooral ook de vraag van hoe gaan we dingen zelf beter doen. Ik denk dat we die in ieder geval zelf mee moeten nemen, maar richting de commissie misschien toch nog. En ik hoop daarbij niet al te politiek geworden, want dat zal niet de bedoeling zijn vanavond. Wat ons verbaasde is dat er daadwerkelijk binnen de BOH, zoals het rapport aangeeft, één functionaris is die zich onder andere naast andere zaken bezighoudt met wonen. Los van het feit of dat wenselijk is, dat zullen we meenemen naar het college. Ik was wel nieuwsgierig van waar bleek dan die kwetsbaarheid uit. Het gaat toch om de kwetsbaarheid van die afdeling wonen en wat voor gevolgen heeft dat in de praktijk gehad. En misschien geeft dat antwoord aanleiding dat wij moeten gaan vragen stellen of dat niet anders moet. Want een van de functies van de BOH was juist om die kwetsbaarheid weg te nemen. Hetzelfde geldt een beetje over het verschil in deskundigheid. Er wordt nadrukkelijk toch wel aangehaald van... er is een groot verschil in deskundigheid tussen de gemeente enerzijds en de andere partijen. En ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar ze staan allemaal in het rapport. Anderzijds. En ja, wat zijn daar dan de consequenties van geweest in de praktijk? Waar kunnen we dat proeven? Waar kunnen we dat zien? En tot slot wordt er ook gesproken over de verandering, met name bij de woningbouw, door de andere bestuurder. Nou, die geloven we direct, maar dan hoor je het verhaal... toch van één kant, waarschijnlijk vanuit de laatste bestuurder en vanuit de huidige partijen dat een aantal dingen beter gaan. En als dat zo is, we denken ook wel dat het zo is, dan heel graag. Maar is dan ook de vorige bestuurder daar nog in gehoord? Want ja, je hebt toch een beetje een hoor- en wederhoor verhaal in deze. Terwijl anders krijg je al heel snel dat iemand toch de zwarte piet wordt van het geheel. Tot zover, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook mijn dankzegging voor het rapport. Inderdaad, duidelijk, helder en ook heel goed leesbaar. Dat ook andere stukken die vanavond aan de orde komen wat minder het geval is. Ik heb verder ook geen vragen. Ik neem de aanbevelingen die gedaan worden aan de Raad ter harte. Ook onze eigen functioneren in deze is inderdaad heel belangrijk. Meer opmerking wat betreft inderdaad de relatie met de woningbouwvereniging. Dat inderdaad is veranderd door een bestuurswijziging, maar dat die ook... scherp is verankerd door de herziening van de woningwet. En ik denk dat dat nog een van de grootste veranderingen is, die ook de relatie met de woningbouwvereniging natuurlijk in een ander kader stelt natuurlijk. Nee, ik heb verder geen vragen. Dank u wel. Na deze kwalificatie van de rest van de agenda. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. De inleiding van de heer, van de voorzitter van de Rekenkamercommissie, heeft mij ook iets meer helderheid gegeven over hoe het gekomen is, hoe het tot stand is gekomen. Want ik ben even op het verkeerde been gezet, want het rapport heet Evaluatie Woonbeleid in Ommen. En ik had begrepen dat het zou gaan over onderzoek naar woningenbeleid, uitvoering woonvisie 2015-2025. Dus dat maakte voor mij het lezen van het rapport een beetje lastiger.
lastige. Maar u heeft al een aantal dingen aangegeven hoe die verbinding tot stand is gekomen. Ik had wel het gevoel dat, dat het onderzoek meer toekomstgericht zou moeten zijn. En het rapport ademt veel meer uit naar het verleden tot op dit moment. Het staat ook verder in een tweetal passages ook zo genoemd. Het is al eerder genoemd. U zegt, of in het rapport staat ook het borgen van kennis en deskundigheid bij de medewerkers. En een aantal keren staat er geschreven dat het maar om één. Het gaat wel om beleidsmedewerker was, dus er zullen maar meerdere medewerkers zijn. Maar één beleidsmede actief is. Ja, dat hij als zij nu vertrokken is, dat kan. Maar het gaat om één beleidsmedewerker. En daar heb ik dan een vraag over. Hoe had u dit dan anders gezien? En ja, concreet. En dat is wel een vraag aan de Rekenkamercommissie of aan het opstellen van het rapport. Om hoeveel mensen gaat het dan? Let op, we praten wel over een gemeente van bijna 18.000 inwoners. Wat de VVD-fractie in het rapport mist, is de inbreng van de marktpartijen en de huurdersvereniging. Ik weet niet of u dus voor wat betreft de huurders dan denkt aan de vesten. Dat hoor ik dan graag van u. Maar de marktpartijen zijn niet genoemd in het rapport, terwijl toch met de woonvisie, met de totstandkoming van de woonvisie, de marktpartijen wel betrokken waren. Dat staat er, dat heeft u zelf opgeschreven in het rapport. Maar waarom is dus bij het opstellen van dit rapport de marktpartijen niet betrokken? Dat waren mijn vragen. Dank u wel, voorzitter. De heer Mors. Ja, dank u voorzitter. Evenals de vorige sprekers hebben wij ook eigenlijk niet zoveel vragen aan de Rekenkamercommissie, maar wel straks aan het college. Maar ik zou toch nog wel graag wat nader willen ingaan op de bezetting. Want toen ik het las, vond ik het echt een tegenstrijdigheid. Want er wordt gesproken over een gemeente met de omvang van Ommen. Maar de taken zijn neergelegd bij de BOH. En dat is een hele grote gemeente. Dus ja, is het dan zo dat u heeft geconstateerd bij de BOH dat er echt een scheiding staat van jij bent alleen voor Ommen en jij bent alleen voor Hardenberg? Nou, dat is eigenlijk het enige waar ik nog een nadere toelichting op zou willen hebben. Dank u zeer. Ik begrijp dat jij de fusie niet. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn al heel veel kwalificaties over het rapport gegeven. Ook wij vonden het een goed leesbaar rapport. Ik heb het net ook al aangegeven, ik was zeer content met het verhaal wat de Griffie heeft geschreven, de heer Tenking, met ook een stuk samenvatting uit het rapport. Eén ding moet ik zeggen, viel me heel erg op en dat zou ik wel graag willen weten, want u schrijft in het rapport, moet ik even spieken, iets over de ambities zijn vaag. En vervolgens, want het lijkt er net op of er twee of drie mensen het stuk geschreven hebben. Want een stuk verder daar staat er toch wel iets anders over die ambities. Dus ik zou graag willen weten wat u daar mee bedoelt. Ja, voorzitter, ik heb het ook al in het presidium aangegeven. Ik was zeer verrast dat het stuk eerst aan het college is overhandigd en toen aan de raad. In mijn optiek is het een stuk van de gemeenteraad. Die geeft de opdracht aan de Rekenkamercommissie. En ik had graag gezien dat het stuk eerder aan de raad gepresenteerd was. En waarom? Want net als in voorgaande stukken van de Rekenkamercommissie staat er, en het is ook al eerder gemoreerd, staat er iets in over de rol van de raad en de vaarbaarheid in de opdrachten aan het college. En de misverstanden tussen de taken die het college heeft, of al dat de gemeenteraad denkt dat zij die taken hebben. Ik had liever gezien, dat is een procesvoorstel, dat als de Rekenkamercommissie in de toekomst met een rapport komt, dat eerst aan de raad gepresenteerd wordt, en dat wij in deze commissie een discussie met elkaar kunnen voeren van hoe wij met dat soort punten omgaan. En als je dan kijkt naar het stuk zo wat hier nu ligt, wil ik ook procesvoorstel doen naar de raad toe. Want het voorstel in wat de Griffie doet is om het te behandelen volgens mij op 17 januari. En ik heb daar
Mijn fractie heeft daar een ander idee bij. Want die zou graag in de commissie, voordat we met de raad, met de college in discussie gaan, in de commissie met elkaar eens in debat gaan om te kijken van op welke wijze we die punten, die aanbeveling ook die u doet aan de gemeenteraad, hoe we die op kunnen pakken en gelijk aan het college mee kunnen geven, zodat ze daarmee aan de slag komen. Want ik maak me daar wel zorgen over dat wanneer we dat accorderen wat de Griffie voorstelt, dat het college wellicht weer met een nieuw stuk komt en dat de grip van de gemeenteraad, dat we die daarop kwijtraken. Dus mijn voorstel is om eerst in de commissie, voordat we in de raad komen, debat te voeren van hoe wij die punten oppakken. En daar wou ik het even belaten. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Nou, eigenlijk wordt het een beetje eentonig, hè. Ook het CDA is van mening dat het een duidelijk leesbaar en gedegen rapport is. Ze willen daar ook de Rekenkamercommissie reuze voor bedanken. Het helpt het CDA om in elk geval bewust te zijn, of bewust te blijven, van wat hetgeen waar we mee bezig zijn. En de aanbevelingen die gedaan zijn, die nemen we ook graag ter harte. En op termijn zullen we daar met het college over te spreken komen. Dank u wel. Dan zijn er een aantal vragen gesteld en ik geef het woord aan de heer Wilmer. Dank u wel, voorzitter. Het streven van de Rekenkamercommissie is natuurlijk altijd om alles helder te maken. En wij streven er dan ook naar dat er eigenlijk helemaal geen vragen zijn. Want dan hebben wij ons werk voor de volle 100% goed gedaan. Dus ik wil niet zeggen dat wij een 8 of 9 gescoord hebben. Maar gelet op het aantal vragen denk ik dat we toch heel aardig, ook dankzij de goede medewerking van het bureau Rigo, een heel eind in die richting gekomen zijn. Er zijn een aantal vragen. Een aantal vragenstellers, meneer Remmers, meneer Mors en ook mevrouw Schunselaar, die stelde de vraag over de medewerkers. In de bestuursdienst is 1 beleidsmedewerker fulltime aangewezen voor dit onderwerp. 0,75% voor Hardenberg en 0,25% voor Ommen. Of dat veel of weinig is, in mijn vroege functie heb ik die vraag ook wel eens vaker voorgelegd gekregen en kon ik daarop antwoorden. Maar of dat veel of weinig is, mag ik hier in deze raadzaal in mijn functie als voorzitter van de Rekenkamercommissie niet uitspreken. Dat is een zaak van de raad en vervolgens van het college. Je ziet wel dat in gemeenten in de orde van grootte van Ommen 1 fulltime medewerker op dit onderwerp al heel erg veel is. Maar Ommen heeft eigenlijk maar 0,25%. En of u daar meer capaciteit en kwaliteit in wilt steken, dat is een keuze, is een politieke keuze waar ik geen uitspraak over kan doen. Ik kan alleen zeggen dat het vergeleken met andere gemeentes, maar dat kan meneer Schelen daar misschien ook nog iets over zeggen, dat het niet erg weinig is. Het is normaal voor een gemeente als Ommen. De kwetsbaarheid zag je, omdat de medewerkster die hier werkzaam was, vlak voor de start van het onderzoek, vertrokken is naar de vesten. De verhouding met de vesten was vanuit het verleden nou niet direct heel optimaal. Maar we hebben wel geconstateerd dat die betrokken medewerkster van de vesten heel goed ook even de pet kon opzetten van gewezen ambtenaar van de gemeente Ommen. En het bureau heeft daar ook die informatie gekregen die ze wenselijk oordeelde. Dus het is niet vreemd, maar wil je streven naar een gelijkwaardigheid tussen de woningcorporaties en de andere belanghebbenden op dit speelveld, dan zou je daar misschien kwalitatief of kwantitatief politieke uitspraken over moeten doen om daar wat meer gelijkwaardigheid in te brengen. De vraag of gesproken is met de gewezen bestuurder van de vesten, dat was een vraag van meneer Remmers, dacht ik. Daar zal de heer Schelen dadelijk antwoord. Ik weet het antwoord wel, maar ik denk dat dat meer past. Ik denk dat het meer past dat hij daar antwoord op geeft. Meneer Moerman heeft gelijk. Je hebt altijd een spanningsveld tussen de wettelijke kaders. De wettelijke kaders zijn inderdaad veranderd.
Maar zeker in een gemeente van de omvang van Ommen en ook nog Hardenberg-Ommen is het toch ook vaak belangrijk hoe zijn de persoonlijke relaties tussen de betrokken medewerkers en bestuurders van de gemeente in relatie tot de woningcoöperaties. Ligt dat persoonlijk goed, dan werkt dat toch wat anders dan wanneer daar spanningen tussen zitten. Dus het wettelijk kader is belangrijk, daar heb u gelijk in. Maar de persoonlijke verhoudingen tussen mensen is toch ook heel erg belangrijk om inhoud te geven aan die wettelijke kaders. Mevrouw Schunselaar heeft gelijk. We hebben lang gedubt over welke titel geef je dit onderzoek nu mee. En we zaten een beetje in een spagaat, omdat de woonvisie 2015-2025 was net klaar. De inkt was nog niet helemaal droog toen wij aan ons onderzoek begonnen. Dus we hebben gedeeltelijk teruggekeken. Maar we hebben vanuit dat verleden geprobeerd aanbevelingen te halen voor de toekomst. Zodat de woonvisie 2015-2025, dat de Raad daarin ook zijn rol goed kan gaan spelen. En in begin van dit jaar zal dus ook de eerste evaluatie zijn. En dan denk ik dat dat hier in dit gremium nog wel een keer aan de orde zal komen. De marktpartijen hebt u gemist. Daar is ook niet mee gesproken. Wel hebben we vastgesteld, of heeft de onderzoeker vastgesteld, dat de marktpartijen betrokken waren bij het opstellen van de beleidsvisie. En het is altijd een spanningsveld. Je wil eigenlijk met heel veel mensen praten. En dat willen we als Rekenkamercommissie ook graag dat het bureau dat doet. Maar aan de andere kant heb je toch echt ook de beperkende factor. En dat zijn de financiën die je hebt voor zo'n onderzoek. En ik weet dat Rigo aan het eind van de rit daar ook zelfs in een spanningsveld kwam vanuit hun eigen bureau of de financiën die we hadden afgesproken wel toereikend waren om het rapport zo af te ronden zoals wij dat graag wilden hebben. Ze hebben dat wel gedaan, maar het is voor het bureau, weet ik, geen erg winstgevend project geweest. En als ze een nog grotere groep hadden moeten bevragen, nu heb je gelijk, dit is een hele belangrijke groep, maar dus had je een van de andere groepen, of het ambtelijk apparaat, of de bestuurders, of de vesten, had je dan moeten wegstrepen. Maar daar kan misschien de heer Schelen dadelijk ook nog iets over zeggen, want ik praat nu over zijn beurs eigenlijk, merk ik. En ook de vraag van meneer De Jonge, dat het woord ambitieus eigenlijk op twee verschillende wijzen wordt uitgelegd in het rapport. Ze hebben met twee mensen aan het rapport gewerkt, maar volgens mij heeft uiteindelijk één persoon had de eindredactie. Maar voor die vragen, dus de vraag van of er mee gesproken is met de gewezen directeur van de Veste, of er door één of twee personen is geschreven aan de port en of het woord ambitieus op verschillende manieren wordt uitgelegd en het horen of het spreken met de marktpartijen en de financiële randvoorwaarden waarbinnen het rapport moest worden gemaakt. Misschien kan de heer Schelen op die vraag nog kort ingaan. Ja, dank u wel. Ik ga het proberen om dat kort te doen. Wat betreft die gesprekken en met wie er gesproken is en of de vorige bestuurder van de Veste, marktpartijen of huurdersverenigingen daar niet ook bij hadden moeten zitten. Inderdaad, daar is een selectie gemaakt van partijen om mee te spreken. Los van dat dit inderdaad niet zo'n heel winstgevend onderzoek was. Maar goed, dat is niet zo relevant, denk ik, voor hier. Precies, ik zie er heel zielig uit, ik weet het. Los daarvan, er is gewoon van tevoren afgesproken van een aantal gesprekken gaan we houden. En we hebben een soort groslijst gemaakt van uit deze personen zouden we kunnen kiezen. En dan is in het eerste stadium van het onderzoek naar aanleiding van de documentstudie is een soort nadere selectie gemaakt van waar denken we dat de interessantste informatie zit.
En toen hebben wij gedacht, marktpartijen, daar lijkt eigenlijk geen discussie over te spelen nu. Of die een wel of niet positieve rol in de gemeente Ommen hebben gespeeld. Dus levert dat iets extra's op? Is er überhaupt één marktpartij die een heel dominante rol heeft? Of zou je dan gelijk 5 marktpartijen moeten spreken die allemaal in Ommen aanwezig zijn? Toen is er eigenlijk al heel snel gezegd van er is niet één partij die je zou moeten spreken. Want het is in het ene project de ene, in het andere project de ander. Dus die partij hebben we niet geselecteerd. Huurdersverenigingen gelden dat anders voor. Daar krijgen we een beetje raken we aan wat de heer Moerman zei over het nieuwe wettelijk kader. Tegenwoordig hebben de huurdersverenigingen een heel stevige positie wettelijk gekregen in het beleidsvoorbereidingstraject. Dat was eerder nog niet zo. Dus dat is eigenlijk al heel snel gedacht van die leveren weinig extra informatie op voor het onderzoek. De vorige bestuurder van de Veste had waarschijnlijk in ieder geval een heel ander perspectief op kunnen leveren op hoe het in Ommen was gegaan. Het punt daar is de samenwerking en met de gemeente en met de eigen corporatie is min of meer geëscaleerd. Dus je krijgt daar een perspectief wat zo mogelijk gekleurd is door het proces zoals dat gegaan is, dat we eigenlijk dat al vanaf het begin geparkeerd hebben, het idee om hem te spreken. Ook omdat breder in de volkshuisvestelijke wereld, om het zo maar te noemen, is het verhaal van de Veste en van de vorige bestuurder min of meer bekend. En we hebben niet gedacht dat we daar een interview aan moesten wijden. Dat over de gesprekken. Voorzitter, mag ik even? Of ik weet niet wat de bedoeling is, maar mag ik hier even op reageren? Dat mag. Dat mag, dank u wel. Ik snap het verhaal, dat duidelijk zijn, maar ik kan me ook voorstellen, als je dat vooraf heb je dat standpunt ingenomen en dan kom je in het rapport toch tegen dat verschillende partijen toch ook een beetje die kant op kijken als zijnde een van de veroorzakers van een mindere samenwerking, misschien van een mindere realisatie van de doelstellingen zoals we ze voor ogen hadden. En ik zou me dan voor kunnen stellen dat als je zulke conclusies gaat trekken, en die staan nu ook zwart op wit in een rapport, dat je dan misschien toch nog gedwongen zou voelen om dan te zeggen van ja, misschien moeten we daarop terugkomen en misschien toch kijken van hey, dit wordt straks zwart op wit uitgebracht. Dan geef je in ieder geval iemand de kans. En los van het feit, ik zeg niet dat er onwaarheden in staan, maar ja, het is misschien wel zo correct om dan inderdaad dat horen en wederhoren toe te passen. Maar dat is even nog een aanvullende misschien. Ja, dank u wel. Ik denk zelf, eerlijk gezegd, hoor en wederhoor natuurlijk. En ik heb geprobeerd om in het rapport, noem het maar geen zwarte pieten toe te spelen. Dat wil ik ook absoluut niet doen. Maar juist als je weet, al voordat het onderzoek begon, dat wij gezegd hebben, let op, bij die coöperatie is wat aan de hand. Dat kan je niet in de normale, noem het maar, verhoudingen gemeente-coöperatie onderzoeken. Want daar speelt iets wat gewoon de landelijke pers gehaald heeft. Om daar hoor en wederhoor serieus toe te passen, doet het onderzoek uitdijen tot iets wat ver buiten de eigenlijke vraagstelling. En ook het nut voor de gemeente Ommen en voor u als raad gaat, denk ik. Daar ga je ergens induiken wat je niet redt binnen het bestek van dit onderzoek om het boven tafel te krijgen echt. Los van de formele vraag, dan ga je op de Rekenkamer, heeft uiteindelijk ook geen competentie over het functioneren van de corporatie. Daar gaan hun commissarissen over. Die vraag over de ambities, die op twee manieren erin naar voren lijken te komen. Ik heb niet nagezocht welke passage je precies bedoelt. Ik heb het woord vaag niet nu dus zien staan, maar het komt inderdaad op twee manieren in het rapport voor. Pagina 5, dan kan ik even controleren wat ik nu in mijn hoofd heb, of dat inderdaad klopt. Want het komt op twee manieren in het rapport naar voren. Er is inderdaad geconstateerd dat de ambities die geformuleerd zijn minder hard zijn dan de ambities in de vorige woonvisie. En dat is tegelijk, het woord vaag heeft vaak een disqualificatie over zich. En dat is in deze context helemaal niet bedoeld voor de gemeente Ommen. Omdat het juist meegaat in de hele bredere beweging van het woonbeleid, nadat gezegd wordt van het gaat niet om
puur de aantallen en puur de bouwvolumes. Maar het gaat om veel om een ander soort doelen. Meer kwalitatieve doelen die ook geformuleerd staan in de woonvisie. Je wilt goed wonen, je wilt leefbare dorpen, je wilt goed ouder kunnen worden. Dat zijn van nature doelen die minder hard te maken zijn dan we willen 50 woningen per jaar produceren. In die zin is dat woord vaag onder andere gebruikt in het rapport. Van de doelen zijn, en dat is voor zover ik de uitspraken over kan doen, is dat een keuze die in elk geval past in een trend die je door heel Nederland ziet, om niet meer puur op die aantallen te gaan zitten. In die zin is vaag ook niet een naar beneden halen van de ambities, maar zit er in het rapport tegelijk wel de constatering bij van, met dat je die doelen op die manier gaat formuleren en niet meer als wij willen 50 woningen per jaar bouwen, wordt het moeilijker om te gaan monitoren en evalueren of je je doelen gehaald hebt. Want het is niet meer zomaar aan de aan het aantal woningen wat opgeleverd is af te meten. Zo zit het op twee manieren erin. Vaag is misschien wel een verstandige richting om je beleid in te gaan formuleren. Vaag dan niet, maar wel minder kwantitatief. Maar vaag heeft het risico in zich van dat het niet meer toetsbaar is of het gerealiseerd is. Voorzitter, want ik zie net dat ik één vraag min of meer vergeten ben. En die wou ik toch even bij de heer Schelen neerleggen. Want ik heb in het stuk gelezen dat er iets staat over de projecten niet aan elkaar, dat je niet aan elkaar verbonden zijn. En daar suggereert volgens mij het rapport mee dat het beter is om rapporten projecten aan elkaar te verbinden. En dat daar een kwaliteitsslag in te halen is. Kunt u dat toelichten hoe u dat bedoelt en waar die kwaliteitsslag te halen is? Ja. Dank u wel. Ja, daar kan ik proberen een toelichting op te geven. Als je kijkt vanuit die doelen die u als raad wilt bereiken met het woonbeleid, dan zit daar in de uitvoering, uiteindelijk komt dat heel vaak toch neer op dat je bepaalde bouwprojecten realiseert. Dus daar zit een verbinding tussen. Die zit er in ieder geval impliciet. Je wilt bereiken dat er leefbare dorpen zijn en dat het goed ouder worden is en kwalitatief goed wonen. En daarvoor realiseer je onder andere Haven West en hoe dat andere project, dat ik even de naam nu niet... De Vlierlanden. Daar zit een relatie tussen. Die relatie is nu eigenlijk heel impliciet. Als je nu kijkt in de verslaglegging, gaat het bij de rapportage over de Vlierlanden en over Haven West en de andere bouwprojecten, gaat het over komende woningen van de grond en hoe zit het financieel. En dat laatste is natuurlijk voor de hand liggend gezien het grote financiële belang van de gemeente erin ook. Er wordt veel minder duidelijk gemaakt van waarom willen we die Vlierlanden eigenlijk? Waarom willen we Haven West realiseren? Draagt dat iets bij aan de leefbare kernen, aan het goed ouder worden? Daarmee is niet gezegd dat dat niet zo is. Maar ik denk bijvoorbeeld al heel snel wat in gemeentes aan de hand kan zijn, is dat de focus zo ligt op de nieuwbouw en op betaalbaarheid in nieuwbouwprojecten, dat het dreigt over het hoofd te worden gezien dat in de bestaande voorraad een deel onverkoopbaar wordt. Omdat dat woningen zijn die voor weinig geld ook eigenlijk heel weinig gewild zijn bij inwoners. Daar zit een spanningsveld. Daar ga ik even een voorbeeld noemen. Daar zit een spanningsveld waar je geen zicht op krijgt als raad als je alleen maar rapportages krijgt over hoe gaan die nieuwbouwprojecten. Dat bedoel ik. Daar zou je het aan elkaar moeten koppelen. Leefbare kernen betekent dat je ook moet zorgen dat je bestaande voorraad aantrekkelijk genoeg blijft. En misschien is het dan wel helemaal niet gunstig als het nieuwbouwproject aan de rand van het dorp goed loopt. Daar zit een relatie die nu impliciet is en die gewoon uitgewerkt kan worden voor u als raad. Ik meen me te herinneren dat ook de vraag over de bestuursdienst en de kwetsbaarheid nog ergens bij mij half neergelegd is. Of... Ik dacht dat die al uitgebreid door meneer Willemme beantwoord was. Zijn er nog aanvullende vragen naar aanleiding van de antwoorden die gegeven zijn? Meneer Mors. Ja, toch nog een aanvullende vraag aan de heer Willemme over de kwetsbaarheid. Hoe het zit met de beleidsmedewerker, hartstikke duidelijk. Alleen, even voor mijn beeldvorming, hoe moet ik dan lezen dat een deel van de betrokkenen, meervoud,
is vanwege de herkomst bij de andere gemeente minder op de hoogte van de lokale situatie in Ommen. We hadden het over 1 beleidsmedewerker, 25-75%, maar we hebben dus nog ook andere. Kunt u mij een beeld geven wie dat zijn? Daar zit ook een leidinggevende boven, die zich daar ook mee bemoeit. Ja, maar een leidinggevende, die, ik weet niet hoeveel medewerkers die onder zich heeft, is er ook inhoudelijk mee bezig geweest, met name ook omdat daar een wisseling van de wacht is geweest. Dan constateer ik dat er een einde aan de bespreking van dit onderwerp is gekomen. En het voorstel van de Griffie was om dit in de eerstkomende raadsvergadering te behandelen. Maar de heer De Jonge heeft een ander voorstel. En het verzoek van de heer De Jonge is om dit stuk eerst nog eens een keer weer in de commissie te behandelen in aanwezigheid van het college en vervolgens naar de raad. Wat is de opvatting van de commissie hierover? De heer Van der Mooren. Ik zat mij gaandeweg de behandeling in de commissie wel af te vragen of ik inderdaad niet nog een heerschelen miste. En over die procedure kunnen we denk ik ook in een ander gremium nog wel eens praten. En wat mij betreft hoeven we niet nog een keer een discussie in dit gremium te hebben en dan wel met een politieke, met een bestuurlijke vertegenwoordiging. Heeft natuurlijk wel wat in zich dat in de raad mogelijkerwijs toch wel vragen of onderwerpen, elementen aan de orde kunnen komen die zich misschien wat meer geleend zouden hebben voor commissie. Maar per saldo gaan wij wel voor een directe behandeling in de raad met enige ruimte, laat ik het zo noemen. Niet nog een keer een commissiebehandeling. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen ons aansluiten bij collega Van der Mooren. Want de volgende stap zal toch politiek getint zijn. En technische vragen hebben we voldoende tijd voor om die alsnog in te dienen. Dan denk ik, nou, laten we dan gewoon met elkaar kader stellen. De heer Moerman. Ja, voorzitter. Wat mij betreft gelijk dat raad. Mevrouw Schoenselaar. Ik zat nog hard te dubben. Maar goed. Het is natuurlijk een continu proces. Dus het gaat nu eventjes over. Nee, niet eventjes over. Maar het gaat nu over dit rapport. Dus ik denk dat het goed is om dit rapport in de raad te doen. En dan procesmatig komen er nog veel meer aspecten naar voren. Dus laat het maar gewoon eerst naar de raad gaan. Dank u wel. De heer Mors. Direct naar de raad. De heer Dunnewind. Wij sluiten ons daarbij aan, voorzitter. Gelijk naar de raad. Dank u wel. Dan is het als bespreekstuk naar de meneer Willemen. Voorzitter, toen u dit rondje maakte, keek ik even of ik geen vraag had laten liggen. Eén vraag heb ik laten liggen. Dat is de vraag of het rapport niet rechtstreeks naar de raad zou moeten en niet eerst nog naar het college. Die vraag heb ik niet beantwoord. En toen ik de lijst even snel doorliep, zag ik dat is blijven liggen. Het is goed gebruik in Nederland, het is geen wettelijke verplichting. Dat is wel goed gebruik dat het conceptrapport eerst naar het ambtelijk apparaat gaat om te toetsen of er feitelijke onjuistheden in staan. En het is goed gebruik dat daarna het rapport naar het college gaat, eigenlijk ook om te kijken of daar nu onwaarheden in staan, omdat de feiten niet helemaal zouden kloppen. En daarna naar de raad. Als u in Ommen zegt, wij willen van die vaste gedragslijn af. Alleen ambtelijke toetsingen. Ik denk dat dat wel van belang is om te kijken of er gewoon feitelijke onjuistheden in het rapport staan. En als u zegt, daarna kan het direct naar de raad, dan is daar geen wettelijke belemmering voor dat wij die tussenstap overslaan. Maar dan wijkt Ommen wel af van de vaste gedragslijn in Nederland. Maar dat hoeft op zich niet slecht te zijn. Ik denk dat dit een zaak is van het presidium. Die heeft de contacten met de Rekenkamercommissie. Meneer Van der Mooren. Voorzitter, ik zou er toch één ding aan willen toevoegen. Dat Ommen dan niet alleen zou afwijken van wat landelijk gebruikelijk is, maar ook wat gebruikelijk is in Ommen zelf. Tot op heden is dat zo gegaan. Hoogstens heeft er een document bijgezeten waarin het college aangaf waarom iets niet. Maar deze werkwijze is zeker niet vreemd. Conclusie is dat het
stuk als bespreekstuk naar de eerstkomende raad gaat. Nogmaals dank dat wij hier als Rekenkamercommissie het rapport mochten toelichten. En ik hoop dat mijn slotzin van mijn inleiding, dat het de aanbevelingen, het kwalitatief en het kwantitatieve woonvoorzieningen in Ommen zullen verbeteren en dat er een voldoende diversificatie zal zijn in de woningen. Succes daarmee. Wij moeten formeel agenda punt 4, de conceptafsprakenlijst raadscommissie 1 december nog even aftikken. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, dus het verslag kan vastgesteld worden. En dan mag nu meneer Vroon naar voren komen. Want die zal inspreken over de startnota nieuw naberschap. Voorzitter, dames en heren. Allereerst vanuit de participatieraad onze complimenten voor de voortreffelijke samenwerking in 2016 tussen u en de participatieraad. In het vertrouwen dat het ook gecontinueerd gaat worden in 2017. Nu zult u zeggen, nou dat is weer zo'n obligate uitspraak, Bert. En dat is het natuurlijk ook wel gedeeltelijk. Maar ik kan u verzekeren, als er overleg is met heel veel voorzitters van gemeentes hier in de regio, dat er ook gemeentes zijn waarin de participatieraad en het college in casu quo de wethouder in permanente staat van oorlog verkeren. Dan wel dat de participatieraad, dat is ook vaak een probaat middel, volledig genegeerd wordt. Nou, u geeft het goede voorbeeld. En daar zijn we u dankbaar voor. En dat mag u ook als een groot compliment zien. Ik weet dat u daar niet op zit te wachten. Maar ik leg toch even meteen de relatie naar deze nota nieuw naberschap. U heeft kunnen lezen dat wij daar vanuit de participatieraad nauw bij betrokken zijn geweest. En het is goed daar een aantal opmerkingen over te maken. Namelijk, een nieuw naberschap, waarom eigenlijk, maar ook een nieuw naberschap, waarom eigenlijk dat de participatieraad er zo nauw bij betrokken is. Eerst is een opmerking over de hele decentralisatie van de zorg en het sociale domein. Want sinds die tijd spreken we over de participatiesamenleving. Maar je moet je de principiële vraag stellen, is dat eigenlijk wel zo? De Rijksoverheid flikkert de hele zorg en het hele sociale domein over de schutting, geeft er nog een bezuiniging achteraan, gaat lopende de rit, dat speelt nu toch weer nieuwe eisen stellen aan de uitvoering door de gemeente. En als resultaat van dit nieuwe beleid wordt de burger beproefd in mantelzorg, in contraprestaties als het gaat om uitkeringssituaties. Allemaal hele goede en nuttige activiteiten, omdat het inderdaad aanzet tot bewustwording in een samenleving dat je je eigen lot moet sturen en niet altijd afhankelijk moet zijn van de overheid. Maar je moet je wel de wezenlijke vraag stellen, is dat nou echt een participatiesamenleving? En dan ben ik toch geneigd om te zeggen in alle bescheidenheid, nou, ook hierin blijft de regie liggen bij de overheid. Ook hierin blijft de regie liggen bij de gemeente. En dat is nou het interessante van deze nota nieuw naberschap. Daar wordt een hele andere regie voorgesteld. Daarom is het ook de start van een proces. Dat is de eerste opmerking die ik maak. De tweede opmerking. We hebben een eerste proeven gehad. En dat heette toen nog koersnota sociaal ondernemerschap. Nou, ik druk me eufemistisch uit als ik zeg dat die nota niet echt applaus oogste in de participatieraad. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Er zijn steeds meer burgers die afstand nemen van de verdere vercommercialisering van de samenleving. En in de participatieraad werd gezegd, gaan we die vercommercialisering nu ook krijgen in het sociale domein. Dan krijgen we niet de regie van de overheid, maar dan krijgen we de regie van de portemonnee, hetzij privaat, hetzij via ongedefinieerde stichtingsvormen.
waarop dan vervolgens nog eens een keer de sociale controle of de democratische controle verkant wordt verklaard. Dus dat was het eerste probleem. Het tweede probleem was dat er weer werd gesproken over de regie. En daar willen we nou juist vanaf, want in deze mondige samenleving waarin iedereen in toenemende mate goed opgeleid is, via de communicatietechnieken heel veel informatie zelf kan bevatten, is ook een roep om eigen regie. En laat ik daarbij een hele principiële opmerking maken. Niet iedereen kan dat. Dat staat ook in deze nota nieuw naberschap. Daar is de overheid altijd nog een schild voor de zwakken. En daar zorgt de participatieraad zeker voor. Dat is een vraagstuk apart. Maar terwille daarvan kan de oefening niet achterwege blijven om eens te kijken of we erin slagen de regie bij de samenleving te leggen. En daarom staat er ook zo buitengewoon interessant in deze notitie dat het daarmee begint met loslaten. Nou, als het om loslaten gaat in uw eigen persoonlijke biografie, dan weet u hoe moeilijk dat is. Laat staan loslaten als u vanuit een machtspositie denkt dat u die samenleving constant naar uw eigen hand kunt zetten. Nou, die fase, dames en heren, hebben we al lang achter ons. En met die wetenschap ben ik geneigd om te zeggen, heb nou eens de moed om een nieuw avontuur te starten. Het is een startnotitie, terecht, want het is nog een volledig braakliggend terrein voor ons. Maar de kern van deze notitie is eigenlijk, we draaien de rol om. We laten die samenleving zelf de regie bepalen. Wij laten los, maar we gaan wel op een stevige manier faciliteren. En u heeft daarin de participatieraad aan uw zijde, want wij vinden dat een buitengewoon spannend avontuur. Dus ik ben geneigd om te zeggen, laat u niet leiden door de energie van uw eigen beleidsinstrumentaria, maar laat u leiden door de energie van de samenleving. En u zult verbluft staan wat er straks allemaal op u afkomt. En dan wordt het echt leuk om in de gemeenteraad te zitten. U bent wel erg snel weg, meneer Vroland. Het zou mogelijk kunnen zijn dat er nog wat vragen voor u zijn. Nou ja, in de klassieke definitie liet ik de regie meteen weer over aan de raad of aan de raadscommissie. Ja. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor het vurige betoog. Ik denk dat dat in ieder geval al heel veel energie uitstraalt. Dus dat is een positieve start. Ik heb wel de vraag, de startnotitie zoals die nu ligt, kunt u zich daarin vinden? Ja, okay, daar kan ik mij volledig in vinden. Ik ga niet ieder zinnetje beoordelen. Ik vind het verbazingwekkend nadat we een aantal gesprekken hebben gehad. En er wordt heel terecht gesproken dat met name het gesprek over de koersnota met de participatieraad louterend was. Nou, ik zou het niet beter kunnen verwoorden. Als eminanscrisis zou ik bijna zeggen. Maar ik vind het heel knap dat het heeft geleid tot deze notitie. Ja. Dat is een eerste vorm van loslaten, over je eigen schaduw heen springen. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan me hierbij aansluiten. Dank voor inderdaad heel duidelijk pleidooi. Ik denk dat u dat het spijker op zijn kop slaat. Ik zou heel graag ingaan op uw eerste opmerking over een overheid die te zorgen over de schutting van de gemeente flikkert. Maar dat is misschien niet het juiste moment hiervoor. Maar u heeft het punt heel duidelijk gemaakt en ik denk dank daarvoor. De heer De Vries Robles. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil u ook complimenteren met uw vorige betoog, want dat liet aan duidelijkheid niks te wensen over. En, zo gaan we in de participatieraad ook altijd met elkaar om. Nou, dat lijkt me zeker. Laat ik het zo zeggen.
ik hoop dat ik met het stijgen van de leeftijd ook nog op die manier mijn inzet kan tonen in een vrijwilligersorganisatie. Het is nooit te laat voor u. Ik wil graag met u daar wel een keer een gesprek over hebben. Dank u. Maar ik wil u nog een dilemma voorleggen. En dat is, u heeft terecht gezegd dat de gemeente er natuurlijk altijd moet zijn voor die mensen die hun participatie niet zelfstandig vorm kunnen geven. Ja. En dat is nou net een van de punten waarop deze notitie mij eigenlijk onbevredigend achterlaat. Want de notitie gaat er nou juist om dat wij het initiatief aan de samenleving gaan overlaten. Maar een van de problemen is dat de usual suspects dan altijd wel met goede voorstellen komen. Maar dat juist die mensen die volgens u de bescherming van de gemeente nodig hebben omdat ze die participatie moeilijk kunnen vormgeven, die blijven dan volgens mij met lege handen achter. En dat is een punt waardoor deze notitie mij toch met een onbestemde vraag achterlaat. Ja, we moeten dat zeker aan het initiatief van de samenleving overlaten. Maar hoe ziet u dan die groep mensen waarvan we juist gezegd hebben dat die niet van nature zijn eigen participatie vorm kan geven? Hoe gaan die in dit verhaal dan participeren? Vandaag werd in de publiciteit bekendgemaakt dat Nederland gekenmerkt wordt door het gegeven dat de Nederlandse elite, laten we die maar zo noemen, maar dan heel breed uitgedrukt, ik zou bijna zeggen, de Nederlandse staatsburger een groot verantwoordelijkheidsbesef heeft. Ook voor degene die minder makkelijk in staat is om zijn eigen biografie te sturen. Dus dat is de eerste bemoediging. Ik ben er echt van overtuigd dat als je de samenleving aan slag laat, dat daar een natuurlijke drive is. En dat is anders bij commercieel ondernemerschap in zorg en in het sociale domein. Als je het aan de samenleving overlaat, dat er een natuurlijke onderstroom is om daar met name de belangen van de mensen die hun eigen lot niet zo goed kunnen sturen te behartigen. Er staat één heel mooi voorbeeld, er zijn wel meer mooie voorbeelden in, maar van Mario den Hoed, overigens ook lid van de participatieraad, die dan in die christelijk nationale school die hele school opknappen. Dat is nou zo'n initiatief waarvan je kan zeggen, dat komt ook ten goede aan al die mensen die niet de initiatiefkracht gehad zouden hebben om dat proces niet alleen te kunnen sturen, maar ook te kunnen uitvoeren. En als je naar al die plaatselijke belangen kijkt en je kijkt naar al die vrijwilligersorganisaties, dan zou je kunnen zeggen, daar zie je nou in hoe groot de zorg is voor een groot gedeelte van de Nederlandse samenleving, voor al die mensen die niet hun eigen lot kunnen sturen. Dus ik heb daar heel weinig aarzelingen over als het gaat om de Nederlandse samenleving. Laat staan om de samenleving ten oosten van de IJssel, waar naberschap als vanzelfsprekend altijd nog in belangrijke mate in die sociale structuur is verdisconteerd. Zij het soms alleen maar door het uitdragen van de kist bij de begrafenis. Maar misschien zit er nog veel meer perspectief in als je die mensen daar ook toe aanzet. Vraag dat nog wat aanscherpen, want misschien wordt dan mijn dilemma duidelijk. Want dit antwoord gaat niet in op wat ik bedoel. Ik denk dat die discussie dan straks maar plaats moet vinden. En dat vraag maar aan de wet. Ik zie het dilemma overigens wel hoor. Dus ik ontken dat niet, integendeel. Mevrouw Makkinga. Ja, voorzitter. Sorry. Meneer Vroom, ook inderdaad complimenten voor uw betoog wat u net gehouden heeft, wat in ieder geval ons, mij in ieder geval aanspreekt. Waar ik nogal wat nieuwsgierig naar was, want dat stond ook in de nota, dat louterende proces. Ja. Of u daar nog iets over zou kunnen zeggen, hoe dat proces verlopen is. Gewoon, dat intrigeert mij wel. Nou ja, zal ik daar nou eens een klip en klaar antwoord op geven? We hebben gewoon die koersnota sociaal ondernemerschap afgebrand, mevrouw Makkinga. Moet ik het nog helderder zeggen dan dat? Alleen dat schrijft zo'n ambtenaar natuurlijk niet in dit stuk. Dus dan zegt hij van we hebben een louterend proces doorgemaakt. En dat zou ik zelf ook beschrijven. Maar het is altijd het meest makkelijke om vooral aan anderen te vertellen wat ze niet goed doen. Dus vervolgens hebben we de vraag gesteld
Hoe kunnen we er nou wel naar kijken? En daar hebben we verschillende gespreksrondes in aangebracht. En dat heeft tot eigenlijk deze omkering van het proces geleid. Want we beginnen nu niet vooraf met regie, met koerssturing, met allerlei randvoorwaarden vooraf formulerend. Want dan zegt die burger, oh, ik heb het al lang weer gezien. Ik hoef niet eens meer in het gelid te komen. Want ik mag alleen maar uitvoeren wat de overheid weer wil. He, dat is het cynisme wat je in toenemende mate ook in de samenleving ziet. Dus dan gaat het om de omkering. Nou, en dat vind ik een fantastisch proces. En dan krijgt u nog zo'n participatieraad met zo'n voorzitter onbetaald aan uw zijde. Wat wilt u nog meer? Verder geen vragen meer voor meneer Verhoon. Dank u wel, voorzitter. Mag u plaats innemen. En dan gaan we over tot behandeling van het onderwerp. En mevrouw Makkinga heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nieuw naberschap. Het CDA is echt best wel blij met deze titel van het nieuw naberschap. Want volgens mij gaat het nieuw naberschap om inwoners. En ik denk dat ik daar ook een beetje mee aansluit bij de heer Vroom van de Participatieraad. En ik zeg het gaat om inwoners, waarbij het volgens mij de kern is dat het niet voor inwoners gaat, maar door inwoners. En mogelijk is dit niet voor, maar door inwoners ook een mooie ondertitel om onder nieuw naberschap te zetten. Want volgens mij geef je daarmee precies de kern aan waar het in onze optiek om draait. Het CDA is ook blij dat het een startnotitie is. Ik heb daar net ook al iets over gezegd. Omdat volgens ons begint nu dat zoekproces. En dat is ook een zoekproces wat we in onze optiek gezamenlijk moeten doen. En daar zullen ongetwijfeld ook fouten bij gemaakt worden. We zullen in een valkuil stappen die we nu nog niet bedacht hebben. Maar dat hoort ook bij een zoekproces. En die ruimte, vind ik, dat moeten we elkaar ook geven. Dus in die zin ook de complimenten voor de stappen die tot nu toe gezet zijn. En de lessen die daar al louterend in geleerd zijn. En dat in samenspraak met zowel verschillende organisaties als inwoners. En het doet het CDA ook deugd dat de Right to Challenge een plek krijgt of een plek heeft in deze nota nieuw naberschap. Want de Right to Challenge, dat geeft inwoners kansen, mogelijkheden om in samenspraak met andere lokale, om in samenspraak met elkaar en met lokale organisaties en ook de gemeente zaken in het sociale domein op te pakken. Als het CDA zouden we deze startnotitie nog wel op een aantal punten willen aanscherpen. Of willen krachtiger willen maken. Het eerste is dat in onze optiek een aantal veranderpunten, anders kijken, nog wat scherper geformuleerd kunnen worden. Ik kom daar straks op terug. Tweede is dat wij volgens ons het wijs is om er nog een soort sheet strategie aan toe te voegen. En nou loop ik misschien het risico dat meteen gedacht wordt een blauwdruk. Dat bedoel ik juist niet. Maar wel een aantal, eigenlijk bedoel ik van wat gaan we nu doen en hoe gaan we het aanpakken. Dus een aantal, welke stappen zetten we nu in de komende periode? Waarbij we niet alles kunnen beschrijven, maar we kunnen misschien wel een richting aangeven daarin. Ik denk dat het ook mogelijk is om het nieuwe denken, het omdenken, om dat nog wat concreter te benoemen en ook wat dat betekent voor ons als gemeenteraad en voor de politiek. En nog nadrukkelijker de verbindingen te laten zien met hetgeen wat er nu al is. En om met het laatste punt te beginnen, met die verbindingen. Op welke manier zorgen we nu dat die verbindingen, dat er goede verbindingen zijn tussen de initiatieven die er al zijn? En dan denk ik aan, we hebben het Innovatiefonds, we hebben het Burgerinitiatief. We hebben een nota ruimte voor initiatief met die aanbevelingen van de rekenkamer.
Kamercommissie, ik zeg het goed. Maar we hebben ook veel vrijwilligersorganisaties. We hebben jeugdclubs, we hebben sport, we hebben kerkorganisaties. Nou, wat wij als CDA nog wat missen in deze nota, en daarom vind ik het plezier dat de startnota is. Ik denk dat het goed is om die verbindingen in die samenleving die er zijn, om dat nog wat meer inzichtelijk te maken. Zodat we helder houden van wat is nou onze centrale boodschap richting onze inwoners. Dus ik wil heel graag horen wat de wethouder, hoe die daarnaar kijkt. Tweede punt is het taalgebruik. Op zich vind ik, is de nota prima te lezen hoor, er is helemaal niks mis mee. Alleen Nieuw-Noordenschap gaat over mensen, gaat over onze inwoners. En in mijn optiek is dan ook belangrijk om in dit stuk ook over het over inwoners te hebben en over Ommenaren of Ommer. Overigens, die discussie wil ik niet aangaan, maar om het daarover te hebben en niet over de samenleving. Want de samenleving creëert in mijn optiek afstand en bureaucratie. Dus Ik zou er echt voor willen pleiten om het woord inwoner in deze nota op te nemen. En ik neem even een voorbeeldje uit de raadsbrief. Daar staat halverwege de eerste pagina. Versterken van de samenleving door de ondersteuning, bekostiging, verantwoording van sociale voorzieningen aan te laten sluiten op de vraag van de samenleving. Ik zou ervan maken versterken van de inwoners door de ondersteuning, bekostiging, verantwoording en sociale voorzieningen aan te laten sluiten op de vraag van de inwoners. Want daar hebben we het over. En dan met Nieuw-Noordenschap willen we de kansen van de inwoners ruimte geven. Of de inwoners kansen en ruimte geven. Dan heb je het over, in mijn optiek of in onze optiek, waar het werkelijk om gaat. En ik wil heel graag van de wethouder horen of hij bereid is die nota op die manier ook aan te scherpen. Een derde punt, dat aanscherpen, dat veranderpunten. Ik heb bij de voorbereiding heel erg zitten twijfelen, moet ik hier nou woord visie neerzetten? Nou, ik heb het niet gedaan. Ik heb het veranderpunten genoemd. En waarom veranderpunten? In de raadsbrief staan onder het kopje argumenten onze vijf leidende principes uit de nota om elkaar. Vervolgens een aantal punten die u wilt versterken. Maar ondertussen, voorzitter, zijn we ook 2 jaar op weg met de decentralisatie. En in mijn optiek hebben we ondertussen ook een aantal lessen geleerd. Onder andere komen die lessen uit naar voren uit VNG-onderzoek, nabij is beter. En een van die lessen is namelijk van, wij komen uit de periode, en daar zitten we misschien nog middenin, van individu denken. Het individu staat centraal. En volgens mij, bij Nieuw-Noordenschap staat de inwoner en zijn omgeving en zijn gemeenschap centraal. En dat is een andere manier van kijken. Ik word misschien gewoon een beetje boos, geloof ik. Hè? Nou, nee, maar dit gaat me een beetje aan het hart. En ik denk ook van, we komen uit een tijd van een lerende organisatie. En volgens mij moeten we naar een lerende gemeenschap. Waarin professionals, maar ook inwoners met elkaar vragen stellen. Waar gaat dit over? Waar willen we naartoe? En dat is ook volgens mij echt anders kijken. En volgens mij is ook de tijd van wegkijken, dat kan niet meer. Het gaat ons allemaal aan. En als laatste, ook andere manier van kijken is van, het gaat om echte zeggenschap, om echt eigenaarschap van mensen. En dan kom ik weer bij, niet voor mensen, maar door mensen. En voorzitter, ik heb hier nog 2 punten die ik nog graag aan wil reiken. Is namelijk dat over inwonersbetrokkenheid. Betrokkenheid, participatie van inwoners begint met een aantal elementaire zaken, zoals vertrouwen geven, solidariteit en wederkerigheid. En die belangrijke principes kunnen volgens mij nog wat kernachtig in de startnotitie benoemd worden. Zodat we ook weten van ja, dit zijn elementaire zaken, wil je echt aan Nieuw-Noordenschap werken. Dan omdenken en de veranderende rol van de politiek en de gemeente. Nou, ik heb gezegd het al, Nieuw-Noordenschap heeft daar ook in onze optiek consequenties voor. Of consequenties voor de rol en taak van de gemeenteraad. En daar op pagina 19 van de notitie staat daar het een en ander over staat er het een en ander aangegeven. En volgens mij sluiten die noties precies aan bij ook wat de Raad voor Openbaar Bestuur in een rapport naar voren heeft gebracht, loslaten in vertrouwen. Namelijk ruimte geven aan de vitaliteit van de samenleving vraagt om een urgente en radicale paradigma-shift in de functie, rol en werkwijze van de politiek, het bestuur en het ambtelijk apparaat. Dat is een hele mooie volzin, maar het stelt ons wel voor de vraag, hoe gaan we dat vormgeven? En daarom ben ik dus blij met die startnotitie, want dat proces moeten we in onze optiek samen doen. Maar ik ben wel benieuwd
hoe andere fracties daar ook naar kijken. Zijn we bereid met elkaar om daar heel kritisch naar onszelf te kijken? Van, wat doen wij dan in dat proces? Daar ben ik wel benieuwd naar. En volgens mij heeft Ferenc ten Damme in de avond die we met hem gehad ook iets gezegd over van dat de provincie eventueel mee wil denken in dat kritische proces of ons daarin wil ondersteunen. Nou, en tot slot, ik denk dat nieuw nabeschap, dat is echt niet van de een op de andere dag geregeld. Volgens mij moet je daar een langere periode voor uittrekken. Dat komt hier ook naar voren in de nota van het vraagt langere tijd. Dus in die zin is het denk ik echt leren van en met elkaar. En het is ook een organische weg die je opgaat. En die nou eigenlijk gaandeweg hand en voet geeft. Tot zover. Nee, wacht, ik heb nog één opmerking. En dat is de laatste. Ik heb hier namelijk nog onderstaan wat mij opvalt. We hebben afgelopen week de nodige nieuwjaarsborrels gedronken. Maar volgens mij bruist een gemeenschap en borrelt een gemeenschap niet, zoals in de nota staat. Dus ik zou zeggen, laten we de gemeenschap laten bruisen en niet borrelen. Dank u wel. Nou, ik vind dat allebei kan, hoor. Dat, de heer, het woord is aan de heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Wij hebben een dilemma in ons fractieoverleg met elkaar doorgenomen. En dat gaat om de vraag, moet je nou eerst beleid helemaal dichttimmeren, waarna je elkaar groen licht geeft en aan de slag gaat? Of maak je geen beleid, start je en zie je ongoing het proces wel hoe dat beleid vorm krijgt? Als we kijken naar wat de inspreker zojuist aangaf, dan voelen we heel erg mee voor mensen die het betreft. Hè, onder andere de Eminence Grise en anderen die heel goed in staat zijn om eigen regie te voeren over hun leven en alles wat daarmee annex is. Maar helaas, voorzitter, is het zo dat er mensen nog steeds, ook in Ommen, in armoede leven. Het is zo dat er mensen moeten rondkomen van een uitkering omdat ze niet in staat zijn op eigen kracht, hetzij door afstand tot de arbeidsmarkt, hetzij anderszins, niet in staat zijn om tot een arbeidsrelatie te komen. Helaas is het zo dat er jeugdigen ontsporen, dat hebben we niet voorkomen en die hebben langdurig of kortdurig vaak dure zorg nodig. Voorzitter, er zijn mantelzorgers die dreigen zwaar overbelast te worden. Dus het is niet zo dat je aan de samenleving alles kunt overlaten, want er is een grote groep, en daar zit nou precies het dilemma, die niet voor zichzelf zorgt en waar je niet van kunt veronderstellen van nou, dat naberschap in die kernen of in het centrum, die regelt het wel. Daar schuilt een heel groot gevaar in. Een ander gevaar, voorzitter, schuilt erin dat er een mogelijkheid of een risico van willekeur dreigt. Degene die het slimst, het best verwoord, met de meeste intelligentie in staat is om zijn eigen regie te voeren, die zou in deze aanpak, tenzij we daar anders over denken, die zou zomaar vooraan in de rij kunnen staan voor het binnenhalen van middelen en projecten, zodat andere mensen daardoor in het gedrang komen en de middelen niet meer beschikbaar zouden zijn. Dus hoe voorkom je dat die willekeur ontstaat en hoe zorg je dat het evenredig en evenwichtig wordt verdeeld? Hoe voorkom je dat er verdringing door naberschap gaat zich voordoen? Binnen welke bandbreedte zouden we de herverdeling van de financiële middelen toestaan? Want we dreigen nu als gemeente te doen, waarvan we zojuist hoorden van de inspreker, dat het Rijk het over de schutting gooide. Wat we niet zouden moeten doen als gemeente, dat we dat gedrag naapen en zonder beleid de zorg voor de pijlers van de participatieraad ook over de schutting gooien. Daar zouden we toch wel wat steun voor kunnen geven. Dus waar leggen we de prioriteiten? Willen we wat meer aandacht voor jeugd? Vinden we de participatiewet belangrijk of willen we kiezen voor WMO?
En tot slot, voorzitter, en dan stoppen we voor de eerste termijn maar. Hoe denkt het college over de wijze waarop de raad, hè, als we hier ja tegen zouden zeggen, teruggekoppeld krijgt over bevindingen, over gemaakte keuzes, over herverdeling van middelen, over waar geven we de regie en waar hebben we niet verzuimd om regie te geven aan mensen die daar niet toe in staat zijn. Voorzitter, dat is het wat ons betreft in onze eerste termijn. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik denk ook dat wij als fractie D66 blij zijn met deze notitie, in de zin van dat het een startnotitie is. En ook de rol die aan een startnotitie toegekend wordt, namelijk dat het een begin is en dat het dus niet een ingekaderde manier is van zo gaan we het doen. Dat is iets, denk ik, waarvan we kunnen onderschrijven dat dat op dit gebied zeker de goede insteek is. Want zoals de inspreker ook gezegd heeft, het gaat er juist om dat je nou eens een keer niet met je staande structuren probeert iets vanuit een ambtenarij, zou ik haast willen zeggen. Maar dat bedoel ik niet in de slechte zin. Dat bedoel ik gewoon als gemeente hebben we ambtenaren. En we willen nou eens een keer buiten die structuren om, willen we proberen om initiatieven van de grond te krijgen. Maar ik heb wel een probleem met de manier waarop we dat in deze notitie benoemen. Want, en ik zal u proberen het probleem te schetsen. Feitelijk hebben we, laten we zeggen, sinds de oorlog een situatie gehad dat onze economische situatie steeds beter werd. En dat daarmee steeds meer dingen gerealiseerd konden worden door de overheid voor de burgers. Alleen we moeten helaas constateren dat die verwachtingen die burgers vervolgens hebben, wat die overheid voor die burger kan, die zijn zo groot geworden dat kunnen we als samenleving in ieder geval niet meer via de collectieve middelen bekostigen. En daar zit nou net het probleem. Het probleem dat we dus, ondanks het feit dat er heel veel geregeld moet worden, een terugtredende overheid hebben, omdat wij op een of andere manier via de collectiviteit een aantal zaken die, waarvan we vinden dat ze belangrijk zijn, niet wensen te betalen. Dat is niet bijzonder in die zin. Ik kan me voorstellen dat niet elke burger een belastingpercentage van 60% of 70% voor zijn kiezen wil krijgen. Dat hebben we nou met elkaar afgesproken dat we dat niet willen. Maar dat betekent wel dat er dingen georganiseerd moeten worden die niet door de overheid gefinancierd gaan worden. En dan ontstaat er een probleem, want daarbij doe je een heel groot beroep op de cohesie in de samenleving. En een van de punten die we met name de laatste 10 jaar in de Nederlandse samenleving zien, is dat die cohesie er niet van nature is. Kijk naar een vluchtelingprobleem wat leidt tot heel verschillende opvattingen over hoe je dat zou moeten opvangen. Kijk naar wat er gebeurt in een nieuwjaarsnacht. Als notabene door iedereen gefinancierde ambtenaren proberen de situatie een beetje in het gril te houden en die vervolgens openlijk aangevallen worden door andere burgers, dan denk ik bij mezelf, daar zit dus wel een probleem. En ik vind dat we dat probleem onvoldoende benoemen in deze notitie. Wij geven niet aan dat dit noodzakelijk is, omdat we verwachten van elke burger dat hij een bijdrage aan die samenleving levert. En daar zit het volgende probleem. Op het moment dat we dan vervolgens allerlei initiatieven gaan ondersteunen en faciliteren, hoe voorkomen we dan dat we eigenlijk in een situatie terechtkomen zoals we die in de 50e jaren kenden met een verzuiling? Namelijk dat er groeperingen waren die een aantal dingen goed voor hun eigen clan, groep of wat van dominatie dan ook goed regelden, maar die vervolgens andere groepen daarvan uitsluiten. En daar zit voor mij dus echt de kern, dat mis ik in deze notitie, dat we die twee problemen die er toch zijn, benoemen. Ik zou daar, laten we zeggen, nu filosoferend over hoe zouden we dat probleem kunnen tackelen, in ieder geval een rol van de gemeente in kunnen zien, waarin de gemeente zegt, ja, wij ondersteunen die initiatief, wij gaan u faciliteren, maar wij willen van u dan wel de garantie dat ze voor alle burgers van deze gemeente ook toegankelijk zijn. Als we het op die manier aanpakken, dan denk ik wel dat we een deel van het kernprobleem op kunnen lossen. Dus ja, de notitie is een goede start. Ja, de notitie geeft op een aantal onderwerpen heel goed aan waar behoefte aan is, maar we leggen niet voldoende duidelijk uit dat het eigenlijk een plicht is van elke burger om in die cohesie iets te betekenen. En dat we dat dus ook als overheid verwachten. En we geven ook onvoldoende aan wat dan precies de rol van de gemeente zou zijn in initiatieven. Ja, faciliteren, maar welke wel, welke niet. Daar geven we eigenlijk geen criteria voor. En daar heb ik behoefte aan.
Dus nogmaals, laten we vooral die notitie gebruiken om verder het denken op gang te brengen. Laten we vooral ook gaan experimenteren. Maar laten we vooral ook oog hebben voor de punten die ik heb geprobeerd aan te brengen. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Na dit heftige betoog van mijn rechterbuurman ga ik eigenlijk op de notitie in puur als notitie. En mijn filosofie, of wat dan ook, dat komt straks in de raadsvergadering. Maar vooraf, de stadnotitie heet Nieuw Nabuurschap. Nou, wie goed gelezen heeft, ziet dat daar, tenzij bewust gedaan is, een ontzettend grote fout in staat. Want wil je het op zijn Sallands doen, en volgens mij wonen wij hier in Salland, mag het ook op zijn Drenthe doen of op zijn Achterhoeks doen, dan moet het geschreven worden als NAO in plaats van NOA. Want het is Twents. Dat vooraf. Dus wat dat betreft zou die notitie op dat punt herschreven kunnen worden. Tenzij u zegt, nee, ik vind dat Twents ook wel goed, maar volgens mij is, snapt u wat ik bedoel. Het doel van de notitie is het versterken van de samenleving, impuls geven aan preventief beleid en terugdringen van het beroep op individuele voorzieningen. En dan komt een risicoparagraaf. En daar wil ik graag een vraag over stellen, want ik concentreer me nu alleen op de vragen. Er staat, er komen consultaties met de raad, gesprekken met maatschappelijke organisaties. Dan is mijn vraag al gelijk welke en de participatieraad. En met welke maatschappelijke organisaties, weer een vraag, gewerkt aan deze stadnotitie. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik zal gelijk mijn opmerking daaraan koppelen. Is ook het bedrijfsleven hierin betrokken geweest? Nou, dan zie ik die passage over Right to Challenge, maatschappelijk aanbesteden, verschil tussen Right to Challenge Rotterdam en Right to Challenge en City Challenge. Nou, u mag me uitleggen het verschil of waarom vier keer die benaming genoemd is. Er moet een verschil in zitten, anders had u het één keer kunnen gebruiken als Right to Challenge. Dan ga ik naar de stadnotitie zelf nog. En daar staat op een gegeven moment inwoners en of gemeenschappen die kansen zien. Buiten het maatschappelijk domein geven we letterlijk de ruimte. Nou, volgens mij is daar is een gedeelte van het betoog van D66 ook opgekomen. Wat wordt ermee bedoeld? Want je kunt letterlijk de ruimte geven. Is dat financieel? Zijn dat alle keuzes? Zijn dat dilemma's? Is het alleen faciliteren? Schep je niet een te hoge verwachting als je na die tijd moet terugkomen en zeggen, ja, sorry, het kan niet. Hier zouden wij graag iets meer duidelijkheid over hebben. En wat wordt er dan gedaan als iets niet door kan gaan? En ik weet wel, niet alles kost geld, maar sommige dingen kosten toch wel wat geld. Dus daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Ik heb dat ook al bij aanvang van de vergadering, ook op het verzoek van de VOV, om deze startnotitie door te schuiven, aangegeven dat ik het zie als een startnotitie. Het is braakliggend terrein, maar daarin is wel belangrijk, wat is het vervolg? En wat ook heel belangrijk hierin is, wat zijn de termijnen hierin? Dus wat dat betreft ben ik het eens met de voorzitter van de participatieraad. En ik verwacht ook toch wel, of wij verwachten ook toch wel hierin een stappenplan. Het is voor ons helder, het is een stadnotitie, we beginnen ergens aan, maar laat het niet in het oneindig doorgaan en laat er toch een stappenplan aan zitten. Dat ook de burgers, de inwoners van Ommen, weten waar ze aan toe zijn. Dank u wel, voorzitter. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Geen koersnota, maar een startnota, zoals inderdaad. Eerst denk ik dat het de grootste inhoud inderdaad ook weergeeft. Wat er heel mooi in staat, is waar de gemeente tot nu toe wel eens handelingsverlegen was, als het ging om mensen die een prachtig initiatief hadden. Moet je dat nu inderdaad juist omdraaien en loslaten? En ik denk dat dat een omdenken, een ander soort denken inderdaad vraagt. Ik denk dat inderdaad, wat dat betreft, het een hele goede weg zijn. D66 geeft denk ik absoluut een punt als het gaat om de toegankelijkheid. En het gevaar voor verzuiling is dan weer een andere, vind ik. Maar
wat dat betreft ga ik ook mee met het CDA als we het hebben inderdaad over solidariteit. Ik denk dat om een samenleving er nog steeds een grote mate van solidariteit heerst. Dus wat dat betreft maak ik me daar ook niet zo zorgen om. En zoals gezegd, het is een startnota. Om een samen sterk heeft ze daar al die houdt ze daarmee bezig. En die heeft er eigenlijk al aangetoond hoe het ook anders kan, hoe het vanuit de samenleving zelf kan. Voorzitter, tot zover. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen kort zijn. Wij vinden dat we deze startnotitie een kans moeten geven. En niet alleen een kans, maar ook de ruimte moeten geven. En wij hebben op dit moment geen behoefte aan om allerlei problemen te schetsen of opties al aan te geven. Laten we eerst maar eens eventjes afwachten wat hieruit komt. En we gaan ervan uit dat de Raad tijdig geïnformeerd wordt. En dat we daar eventueel kunnen bijsturen. Slechts op één punt wil LPO wel de regie houden. Want in de startnotitie wordt vermeld, er zijn geen kosten meegemoeid. Of althans geen financiën. Dat vroeg ik me wel af. Want als ik het keurige startnotitie zie, onder regie van de gemeente, maar uitgevoerd door, denk een tweetal bureaus. Dan zou ik toch wel graag willen weten en ook in de hand willen houden, want dat is een taak van ons, de controlerende taak. Wat zijn de financiën van de processen? Tot zover, voorzitter. De heer Van der Moren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Een van onze goede voornemens voor 2017 als fractie is in ieder geval om geen betoog te houden in commissie. Dat één. Twee. We praten hier over een startnota, nieuw naberschap, hoe dan ook geschreven. En we volgen de redenering om af te zien van de term koersnota, maar een startnota. Die startnota slaat bij ons niet aan. Nu is onze vraag niet zozeer of het nou een startnota of een startnotitie is. Beide termen werden vanavond ook door elkaar gebruikt. Maar gelet op de inhoud zouden we het gepresenteerde stuk trouwens eerder een notitie noemen. Een aantekening dan een startnota. Zo zwaar is die ook weer niet. Onze vraag is wel wat we eigenlijk moeten met dit stuk. Gelet op de plaats op de agenda wordt de vraag bespreken of niet. Onze vraag is dan wat gaan we bespreken? Er zijn best zinvolle onderwerpen ook vanavond aan de orde geweest. Maar naar onze inschatting stuk voor stuk onderwerpen, aspecten die in een raad thuis horen. Samengevat op dit moment, meneer de voorzitter, kan iemand ons uitleggen wat het wezenlijk andere is dan waarop we al koersen? En die vraag die had ik al op papier staan, totdat ik de voorzitter van de participatieraad hoorde, Bert Vroon, die eigenlijk al antwoord gaf op deze vraag. Wat gaat er wezenlijk anders dan waar we al op koersen met ons onderwerp sociaal ondernemen of sinds het optreden van de provinciale Harry Jekkers nieuw naberschap? Of gaat het om een bevestiging van de koers van loslaten? Is dat de kern? En dat mag u opvatten als een retorische vraag. Dank u. Het woord is aan wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Er zijn zeer veel opmerkingen gemaakt. Ik zal proberen ze zo systematisch mogelijk te behandelen. Ik ga eerst iets zeggen over de naamgeving. Vervolgens over de visie. Dan ga ik iets zeggen over de uitgangspunten en de uitwerking daarvan. De rol van gemeenteraad, college. Ik ga iets ook zeggen over de financiën. En ik sluit af met proces en procesvoering. Allereerst de naamgeving. Naberschap, hoe schrijven we dat? Dat gaan we echt nog even op de grens van Twente en Salland naloop. Maar ik denk dat mevrouw Schunselaar helemaal gelijk heeft. Ook in Drenthe wordt het anders geschreven. Maar meer principieel is natuurlijk de naam een startnota inderdaad in plaats van een koersnota. En de inspreker heeft het terecht al gezegd van juist de gesprekken in de samenleving brachten ons ertoe om het heel anders aan te gaan pakken. Want eerst hadden we inderdaad het idee om het vernieuwde sociale domein echt anders te doen inrichten en daar als gemeente een plan van aanpak op te zetten.
En dat is de klassieker. We hebben een idee, we hebben een plan van aanpak en dat gaan we dan uitvoeren. En daar was nou juist het idee van nee, zet het nou eens echt van je af, leer eens los te laten. Ga nou echt eens proberen die samenleving zover te krijgen. Ja, en de samenleving, hè, dat is dan ook weer naamgeving. Mevrouw Makkega zegt al van ja, dat is toch wel een abstract verhaal. Hè? Misschien moeten we echt praten over de inwoners. En daar gaat het natuurlijk om. Het gaat om mensen. Het gaat om mensen in Ommen die zeg maar met elkaar iets weten te betekenen in deze samenleving. Die zich verantwoordelijk weten, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor elkaar. En ook voor hun leefomgeving. En als we dat met dit proces weten te bewerkstelligen, doen we natuurlijk iets geweldig goeds. En ik denk dat dat ook in feite de visie is, zonder dat met hele grote termen in de nota staat. Maar dat we proberen de regie inderdaad bij die samenleving, bij die inwoners, meer te leggen. Het is inderdaad door inwoners. En zowel mevrouw Makkega als mevrouw Schunselaar wezen al op van ja, dat past prachtig bij Right to Challenge. Ja, het is een paar keer verwoord inderdaad, maar daar gaat het natuurlijk om. De heer De Vries-Robles wees ook nog op de wijze waarop de overheid de afgelopen decennia een andere rol heeft gekregen. En ik denk dat hij daar de spijker op zijn kop heeft. De overheid treedt inderdaad iets terug. En ja, het is inderdaad niet vanzelfsprekend dat de samenleving, de inwoners, dat oppakt. De heer De Vries-Robles noemt dat de cohesie in de samenleving is niet vanzelfsprekend. En dat is ook zo. De vraag is dus of er voldoende kracht in de samenleving is om die cohesie te opnieuw zeg maar, te versterken. Op dat punt krijgen wij uit de gesprekken die we gevoerd hebben, daar zeg ik straks iets meer over, best wel hele hoopgevende berichten. Maar het is wel een kwestie van het goed doen organiseren en vooral de ruimte daarvoor geven. De ruimte geven, ja, en dan kom ik eigenlijk bij het kernpunt van de heer Van der Mooren. Inderdaad, het kernpunt is gewoon loslaten. Zijn wij in staat als overheid om ook eens los te laten? Bij de uitgangspunten heeft met name mevrouw Makkega een aantal punten genoemd, denk ik, die ook wel breed worden onderschreven. Allereerst, anders kijken. De heer Moerman wees er ook al op. Ja, dat betekent inderdaad dat je zeg maar niet alleen maar het moet laten gebeuren, maar dat je er ook een proces op zet en dat je een lerende gemeenschap bent. Dat zegt dus ook iets over onze rollen, over straks meer. Dat zegt natuurlijk ook iets over die gemeenschap zelf. De wens om zeg maar te verbinden met het bestaande is natuurlijk een vanzelfsprekende. Er is natuurlijk ook al wel geweldig veel in Ommen. Gisteren mocht ik het buurtlokaal in De Strangen openen. Weer een fantastisch zeg maar, initiatief van de wijkvereniging De Strangen. Die ziet dat ontmoeting in deze tijd hoog goed is. En als je dat met elkaar weet te organiseren, ja, dan doe je aan sociale cohesie. Prima, dat soort initiatieven zijn er. En er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel. Niet voor niks hebben wij heel veel vrijwilligers. Niet voor niets hebben wij fantastisch verenigingsleven. Dat moeten we koesteren. Dat moeten we waar mogelijk doen versterken. Mevrouw Makkega wees ook nog op de verbinding met de lopende processen. En dat is wel een strategiepunt wat we zeker moeten oppakken. Natuurlijk zijn er verbindingen met de toekomstvisie, het participatieproject wat daar speelt. Maar ook natuurlijk met de omgevingsvisie, waar ook participatie in is. Dus dat zullen we zeker in het college even terugnemen. Eens kijken van hoe we dat zeg maar ook, en u vroeg om een soort strategiestuk, om dat erbij te betrekken. Maar in de kern zit het dus in van, goh, hebben wij er voldoende vertrouwen in de samenleving, dat die dingen gebeuren? He, vanuit de principes inderdaad van solidariteit en wederkerigheid. Anderen wezen wel op een aantal valkuilen en die zijn er zeker en die mogen ook niet worden onderschat. Zoals de heer Middelkamp dat zeer treffend zei, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich niet zeker direct weten te organiseren. En is het dan voldoende geborgd in de samenleving dat er mensen om hen heen staan? Het antwoord is ontkennend, helaas. Dat is inderdaad niet voldoende. Dus ook met deze startnota zullen we niet zien dat de overheid weg is. Of dat er geen professionaliteit meer is in termen van zorg en dergelijke. Maar het beginpunt, het startpunt is daar in die samenleving zelf. Dat is de kern. Dat draaien we om. De regie wordt dan inderdaad meer daar gelegd. Maar dat vergt wel natuurlijk
dat je als overheid er goed naar kijkt. Dat er garanties zijn. Of zoals de heer De Vries Robles zei, er moet natuurlijk wel garanties zijn voor toegankelijkheid als er activiteiten zijn. Ik vind dat een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk zullen er heus wel in dit proces veel vragen komen. En er zijn natuurlijk ook de dingen te noemen die een valkuil kunnen zijn. Er kan inderdaad sprake zijn van willekeur, van verdringing. De valkuilen zoals de heer Middelkamp die noemt. Dat is waar. Ik denk dat we daar met z'n allen ook bij zijn om dat te ontwaren. En daarbij wel datgene te doen wat nodig is. Maar ten diepste hoop ik erop dat wij in staat zijn als politiek, als gemeenteraad, als college, toch even een pas op de plaats te houden. Toch niet direct een rol te willen pakken. De samenleving, de inwoners de ruimte te geven om de initiatieven te ontplooien. Dat lijkt me de kern van deze nota. Het geld. Uiteraard is het niet de bedoeling om het geld maar even over de schutting te gooien. He, zoals de heer Middelkamp terecht zei, van ja, dat mag niet de bedoeling zijn. Dat is natuurlijk ook niet zo. We gaan een proces in. En dat betekent ook dat we zeg maar, deze vraag natuurlijk op de rol hebben staan. We hebben natuurlijk al wel in de nota aangegeven dat we geld willen vrijmaken voor de mogelijkheden ervoor. Gelden die vrij kunnen komen vanaf 2019-2020 als het welzijnsbeleid herijkt wordt. En de heer Bongers, met zijn enige vraag, vroeg terecht naar Van Gomma. In de uitvoering moeten we natuurlijk wel even precies zijn van welke kosten gemaakt worden. Daar heeft hij natuurlijk voorkomen gelijk in. Overigens voor de goede orde. Dit is met name een uitvoering vanuit de BOH. Mochten er nog extra kosten worden gemaakt, dan worden die uiteraard goed verantwoord. Dat is op dit moment nog niet voorzien. Ten slotte, het proces. Ik proef bij velen de behoefte om zeg maar aan de hand van ook van dit gesprek de noten aan te sterken en aan te scherpen. Die behoefte heeft het college ook, dat is één. Twee, we hebben ook al aangekondigd dat we ongeveer in februari een procesnota hieraan zouden willen verbinden. En daarin kunnen we natuurlijk ook ingaan op de vragen die u gesteld heeft over het proces. Van welke partijen worden hierbij betrokken. Overigens staan wij redelijk open hierin. Wij zouden in feite niet op voorhand willen discrimineren. Zeg maar, die wel, die niet. En dus de suggestie van mevrouw Schunselaar, denk ook aan het bedrijfsleven, vind ik een hele goeie. In februari dus die procesnota. En dan denk ik dat we dan ook deze nota kunnen completeren. Daarin zullen we dan natuurlijk ook die verbinding leggen met die andere processen, zoals eerder geschetst. Dus participatietraject en de andere punten. En dan hoop ik maar, voorzitter, dat daarmee niet alleen deze nota, maar ook Ommen uiteindelijk bruist. Nou, maar wij gaan nu eerst de tweede termijn. Zeker. Wie wenst er in tweede termijn het woord? Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, is eigenlijk één vraag blijven liggen. Maar misschien komt dat in het vervolg, hoor. Wat te doen als mensen ideeën aandragen, graag verder willen daarmee. Ze hebben daarbij een financiële ondersteuning nodig. Wat is er niet meer? En dat heeft te maken met de passage in de notitie over de verwachtingen. Als je verwachtingen creëert, dan kan ik me voorstellen dat de mensen zeggen, nou, dat wil ik graag doen en dit lijkt me hartstikke leuk. En dan kom je uiteindelijk van een kleine koude kermis thuis, want er zijn geen middelen. Nou, dat is eigenlijk een vraag. En de tweede vraag is gewoon, er wordt wel gesproken over het betrekken van maatschappelijke organisaties. Ik ben heel blij trouwens dat u het bedrijfsleven ook noemt. Maar hoe komt het nu echt dan bij de burgers terecht, bij de inwoners van Ommen terecht? Want ik denk, ik hoop dat iedereen het ook heel goed snapt en gewoon zegt, ja, dat is goed. Dus die communicatie is wezen van heel groot belang. De heer Middelkamp.
Voorzitter, ja, hij doet het. Dank u wel. Voorzitter, in de eerste termijn hebben we een aantal voorbeelden genoemd waar de wethouder niet op is ingegaan. Dat, en u heeft er wel een aantal aangestipt, maar het is ook niet zo heel erg essentieel om dat allemaal te behandelen. Want dan zijn we bezig om wellicht de nieuwe aangescherpte nota voor een deel vorm te geven. Dat hoeft niet hier en nu. We hadden opgeschreven dat het stappenplan, terugkoppeling, vangnet en dergelijke. Maar u gaf al aan dat in februari, dus dat, die maand begint al over een paar weken, een procesnota komt. U geeft aan dat deze nota nog op een aantal plaatsen aangescherpt moet worden. Dus is nou uw procesvoorstel, los van het stappenplan of de procesnota, dat we een vervangend exemplaar van deze startnota krijgen? Of integreert u dat in februari in uw procesnota? Dus hoe ziet dat eruit? En een vraag aan de wethouder in deze tweede termijn is of de wethouder voor het opstellen van die procesnota nog input van de raad of van anderen nodig heeft. Oftewel, op basis waarvan schrijft u die procesnota uit? En dat was het, voorzitter. Mevrouw Makkinga. Ja, ik had inderdaad nog de vraag aan de wethouder, wat mij nog niet helemaal duidelijk was. Dat sluit eigenlijk een beetje aan bij de vraag van de heer Middelkamp. Van wat is nou de vervolgstap? Is het nu dat we, zoals ik het begrepen heb, van in februari eigenlijk een aangescherpte nota krijgen met een aantal processtappen? Heb ik dat goed begrepen? En tweede, van, ik heb een vraag gesteld van, goh, het betekent in mijn optiek of in onze optiek ook iets voor ons als raad. Van onze opstelling, ik heb daar van andere fracties, of ik heb niet goed geluisterd, maar volgens mij nog geen reactie op gehad. Ben ik toch eigenlijk wel benieuwd naar. Van, in mijn optiek denk ik ook dat het voor ons consequenties heeft en dat je daar met elkaar over na moet denken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de andere fracties daarvan vinden. Het woord is aan wethouder Scheuren. Dank u wel, voorzitter. Laat ik gewoon de punten maar puntsgewijs pakken. Allereerst mevrouw Schunselaar. Wat nu te doen met ideeën waar de financiën niet toereikend voor zijn? Kijk, ik denk dat we nu een proces ingaan waarbij we de samenleving uitnodigen om met ons mee te denken van hoe gaan we nou die sociale cohesie versterken? En wat mij opvalt is dat er ontzettend veel ideeën wel zijn, maar dat men aarzeling heeft om überhaupt bij ons aan te kloppen. Dus laten we eerst maar eens omdraaien. Wat mij opvalt is dat bijvoorbeeld bij de procedures voor het innovatiefonds we in eerste instantie gewoon het beperkte geld, want het ging om 10.000 euro, niet eens opkregen. Dus ik denk ook wel, en dat is de laatste, dat we een beetje vertrouwen mogen hebben in de volwassenheid van de burgers, die ook wel begrijpen dat bij dit soort zaken de bomen ook niet in de hemel groeien. Dus met andere woorden, laten we het toch maar omdraaien. Laten we niet op voorhand dat het financiële kader zo bepalend laten zijn, in zin van god, dit kan tot zo'n bedrag. Laten we het toch maar eens even omdraaien. En als gezegd, het is een proces. Mocht blijken, gegeven dit proces, hè, dat inderdaad het heel anders is dan we verwachten, kunnen we altijd nog bijsturen en dan zullen we ook bijsturen. Ik ben het overigens roer met u eens dat de communicatie in dit punt heel erg wezenlijk is. En daar zullen we dus nog flink op moeten studeren. De heer Middelkamp en ook mevrouw Makkinga vroegen van, goh, hoe gaat het nu verder? Hoe zien we dat nou, de procesnota februari? Nou, als volgt hebben we dat bedacht. Allereerst willen we graag van u horen hoe je in het beginsel hier tegenaan staat. Nou, ik heb nu wel een beeld, maar ik denk dat dit wel dusdanig wezenlijk is dat het wel, en het is ook politiek, zeg maar, hoe de raad, hè, zeg maar, staat ten opzichte van de nota. En daar zou wellicht in de raad, in raadsverband, ook de vraag zoals door mevrouw Makkinga gesteld, beantwoord kunnen worden door de fracties. Zo van, oké, want het heeft ook betekenis voor onze rol. Parallel kunnen wij natuurlijk al wel de voorbereidingen treffen voor zeg maar de verdere uitwerking en aanscherping. In eerste instantie hebben wij natuurlijk met name bedacht van, goh, er moet natuurlijk ook wel een processtuk komen. Want, en dat waren ook meerdere fracties die zeiden van, oké, wat zijn nou de volgende stappen? Hè? En hoe ziet u de verbanden met die andere nota's? Nou, we hadden gedacht van, dat kunnen wij wel in februari doen. De heer Middelkamp zegt wel terecht, dat is wel heel snel. Dus als dat dan maart moet worden om het
evenwichtig zeg maar, tot stand te brengen, dan gaan we dat doen. Maar voorlopig houden we het vast aan februari. Tot zover, voorzitter. Voorzitter, mag dit nog een aanleiding zijn tot een korte vervolgvraag? Want dat, ik ben vanavond heel soepel, dus dat mag. Ja, als interruptie, maar ik was net te laat wellicht. Ik heb niet bedoeld te zeggen van het is al heel snel en wordt het dan geïntegreerd tot één nieuw stuk waarin u zeg maar de delen die we vanavond hebben besproken nog niet zijn opgenomen, dat u die dan alsnog gaat opnemen en daarnaast ook een aantal processtappen uitwerkt. En dan is het inderdaad wel heel snel, maar ik heb niet bedoeld te zeggen, nou doe maar maart, hè, dan heb je meer tijd om een stuk te maken. Dat is natuurlijk aan u. En zo hebben we dat niet bedoeld. Maar we hebben wel gevraagd of u nog input nodig heeft om tot de realisatie van die procesnota te komen. En daar bent u nog niet op ingegaan. Nee, dat is correct. Ik denk dat zeg maar, datgene wat de Raad nu heeft ingebracht natuurlijk voor ons waardevol is. Ik wacht ook de bespreking in de gemeenteraad nog even af. Ik vind het zeer interessant om te horen ook hoe de Raad zelf denkt over haar eigen positie in dit verband. Dat is natuurlijk ook heel bepalend voor het volgende proces. Dus met andere woorden, dat wacht ik even af. U heeft alle gelegenheid om nog nadere input te geven, ook in de gemeenteraad. En dat nemen we dan mee in het vervolg. Dan zit ik een beetje met een dilemma, hè? Want er zijn fracties die geven aan van ja, die nota die moet nog wat aangescherpt op onderdelen. En de ander zegt van ik vind het prima zo, van laten we het traject maar gaan lopen. En, dus mijn voorstel is eigenlijk gewoon van dit is de basis en dat gaat als bespreekstuk naar de eerstkomende raad. Wie is het daar niet mee eens? Wij zijn het er zeer zeker wel mee eens. De startnota is een zelfstandig product en wordt niet veranderd. Kent wel een vervolg, wordt niet veranderd. Bedankt voor de aanvulling. Mee eens. Ik vind wel dat we hem in de raad kunnen bespreken, maar als wij daar zodanig commentaar hebben dat wij vinden dat daar iets in extra opgenomen moet worden of kanttekeningen, dan moet dat wel degelijk doorgevoerd worden. Ik heb zelfs van de wethouder begrepen dat er bij het college ook al de wens leeft om het document aan te vullen. Dus dat laatste was ook mijn opmerking van die mogelijkheid moet er natuurlijk wel zijn om te veranderen. Goed. Het gaat als bespreekstuk naar de raad. Voordat we gaan naar kakken, bakken en zakken, stel ik voor dat we eerst nog 10 minuten pauze hebben. Oh ja, meneer Vroon, de commissie die maakt me erop attent van u hebt nog 1 minuut om te reageren op wat er hier besproken is. Oh, het is allemaal fantastisch, ga gewoon door. Oké. Gaan we om 20:40 weer verder. 20:40. Oh, 10 minuten. Goed, ik hervat de vergadering en aan de orde is het raadvoorstel vaststelling verordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving VTH gemeente Ommen. Wie wenst daarover het woord? Ja, voorzitter, u knikt, dus ik neem aan dat ik mag beginnen. Voorzitter, op zich hebben wij niet zoveel moeite met het voorstel. Maar ik heb wel een aantal tweetal vragen. En dat is het ene, het risico van wat gebeurt er als niet alle aangesloten gemeentes akkoord zijn met het voorstel. En wat is daar de stand van zaken van? En de tweede is van, missen wij misschien wat? Want als je zeg maar kijkt naar de artikels, bijvoorbeeld op bladzijde 2, dan missen we een aantal artikels. Zijn dit dan dingen die gewijzigd zijn? Zijn er andere artikelen vervallen? Of zat er een foutje in het stuk met het afdrukken? Er zit in ieder geval heel veel onduidelijkheid in. Als je kijkt van paragraaf 2 begint er zo opeens met artikel 3. Paragraaf 3 begint zo opeens met artikel 6. Missen we wat?
Ik had aangegeven dat ik graag iets wou zeggen. Ja, maar ja, ik zat als oogcontact te zoeken. Ja, dat was er even niet, voorzitter. Nee. Het spijt mij. Ja. Maar u heeft nog een communicatiemiddel tot uw beschikking. Dank u. Nee, laat ik aangeven dat de ratio van één zo'n regeling en inderdaad unaniem, dat is nog een probleem. Die ontgaat ons ook niet. Jongens, de heer De Vries, Rob Les heeft het woord. Maar we hebben wel een inhoudelijk probleem. We hebben namelijk in de bespreking in de raad van de oprichting van deze RUD, hebben wij met elkaar besproken dat het op voorhand nog helemaal niet zo een gegeven is. Ja, de wettelijk verplichte zaken, die gaan we daarin onderbrengen. Maar er zijn ook keuzezaken. En daarvan hebben wij gezegd eigenlijk dat we als raad ten principale niet voorstander waren. Althans, mijn fractie heeft dat betoogd. Ik weet niet meer zo goed of de rest van de fracties dat deelde. Maar ik meen dat we er wel iets over gezegd hebben. Namelijk dat wij niet ten principale van plan waren om die andere taken, die facultatief zijn, om die ook direct bij die RUD neer te leggen. En deze verordening is wel een verordening in de brede zin. Met andere woorden, hier staan ook regels, kwaliteitseisen, voor onderdelen waarvan wij misschien zeggen, ja, die gaan we helemaal niet uitbesteden op die manier. Voorzitter, eigenlijk twee praktische dingen. Het moet unaniem vastgesteld worden. Dus feitelijk hadden we hier met alle woordvoerders van alle gemeentes bij elkaar moeten zitten natuurlijk om die discussie te voeren. Want anders wordt het een hell of a job. Dus ja, feitelijk van... De vraag is ook al gesteld, wat gebeurt er als we nee zeggen? Want als je dit gaat amenderen, heb je meteen weer de boel op de wagen. En dan kun je er helemaal niks meer mee. Dus ik voel het eigenlijk meer als een formeel vaststellen van, dan dat daar nog keuzes in te maken zijn. En de enige zorgen die wij altijd gehad hebben vanuit de VVD-fractie is natuurlijk de kenbaarheid van het gebied. Hè? De flexibiliteit in een gebied en de kenbaarheid door de behandelend ambtenaar. En ik hoop toch echt dat de RUD's wel in hun rollen af en toe de organisaties consulteren die nauw bij de betrokken bedrijven betrokken zijn, zodat ze ook de achtergronden van de verhalen kennen. Want daar maak ik me wel een beetje zorgen over. De heer Boerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Dit was dus een stuk waar ik echt even doorheen moest worstelen, moet ik zeggen. Bevoegde gezagen, dat duurde even voordat ik dat had. Er bestaat geen meervoud van bevoegd gezag. Het is het bevoegd gezag. Maar goed, aangezien het op een bepaald moment spreektaal geworden is, heeft de Raad het groene boekje in 2009, geloof ik, gezegd. Het mag inderdaad. Maar het staat absoluut niet, vind ik. Maar goed, het bevoegde gezagen. Het is natuurlijk bijzonder jammer dat deze Raad geen kaders kan stellen over de wet bescherming Antarctica. Dat staat er wel heel mooi in. Dat is bijzonder spijtig. Waar het eigenlijk om gaat, volgens mij, inderdaad, het zijn gewoon vaststelling van formele taken. Dus wat wij daar verder ook van vinden. Het gaat wel even om artikel 5, het zogenaamde pas toe of leg uit, inderdaad, dat als het college besluit om bepaalde kwaliteitscriteria naast zich neer te leggen, dat ze daar aan de raad verantwoording aan schuldig is en dat er dan één keer per jaar is. Nou, dat ligt heel erg aan welk geval het dan gaat, volgens mij. Dat je dat niet sowieso gaat doen. Dat de criteria, dat die niet worden toegepast, dat kan het college dus naast zich neerleggen. Maar er zal wel gemotiveerd moeten worden waarom die niet zijn toegepast. En hoe wel voor die kwaliteit wordt gezorgd. Nou, dat lijkt me inderdaad wel heel evident dat je dat dan als college direct doet. Mocht je daar dus van die vastgestelde kwaliteitscriteria willen afwijken. Voorzitter, geen vragen verder. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij moesten ons doorheen worstelen. Maar wat ons betreft hebben wij het zo gelezen dat dit is een uniforme verordening die toegepast gaat worden. Maar daarin staat niet welke activiteiten wel of niet extra aan de RUD worden uitbesteed. Behouden ze dan de standaardzaken. Dus, maar daar hoor ik graag een bevestiging of een ontkenning van de portefeuillehouder. De heer Van der Mooren. We hebben geen vragen. Fijn. Die hier in deze commissie passen. Voorzitter, dank u wel. Ik kan me ook wel voorstellen, een aantal van u zegt, ik heb me er wat doorheen moeten worstelen. En ik kan me ook wel de opmerking van de heer De Jonge voorstellen. Want eigenlijk, misschien zitten er wel wat te veel stukken bij. Want het gaat om een
besluit dat u neemt. En dat is artikel, en daar zit dan artikelgewijs toelichting bij. En er ligt eigenlijk ook nog een soort van raadsvoorstel voor, waarin, nou, heel selectief zou ik maar zeggen, nog weer een toelichting is op de toelichting van de verordening. En misschien, nou, ik kan me voorstellen dat u op grond daarvan de opmerking maakt, maar alles zit er wel in. Dus zeg maar, het stuk dat u vaststelt, de verordening met de toelichting, dat is eigenlijk de basis. En volgens mij is die redelijk uitgebreid. En eigenlijk geeft hij ook wel antwoord op de vragen die u stelt, maar het is misschien goed om in het debat dat toch nog een keer expliciet te maken. Het is niet zo dat u met dit stuk iets extra over zou dragen aan de omgevingsdienst. Laten we dat maar gewoon klip en klaar stellen. U bent daar duidelijk in geweest. We hebben hier met elkaar een verordening gemeenschappelijke regelingen vastgesteld, met daaronder ook een bijlage waarin feitelijk stond wat de bedoeling was. Daar zijn we mee aan het werk gegaan. Hè? Dus zo ligt het. Ja, die kwaliteitscriteria is feitelijk iets wat ons landelijk wordt opgelegd. Ook niet geheel toevallig. Hè? Ik bedoel, er is natuurlijk goed over nagedacht. En ja, het kan inderdaad niet zo zijn dat de een denkt, nou, ik doe het artikel 5 net een beetje anders dan de ander. Dus we moeten dit gewoon op dezelfde manier doen. Natuurlijk is het wel zo dat als één van de gemeenteraden zou zeggen van, nou, jammer dan. Maar laten we eens kijken wat het effect is van nee zeggen. Nou, in alle eerlijkheid, ik heb daar eigenlijk niet zo over nagedacht. Maar ik schat zo in dat we dan in ieder geval die gemeente een probleem heeft. Want volgens mij, kijk even naar Fred Bouwma, volgens mij zouden we eigenlijk feitelijk gewoon kwaliteitscriteria moeten vaststellen. Dus als er een gemeente is die dat niet doet, heeft vooral die gemeente een probleem. En er zijn ook kwaliteitscriteria die gelden voor de taken, maar ik kijk nog even naar Fred, die wij niet overdragen. Hè? Dus we leggen onszelf feitelijk die criteria op. Exact. Dus het is voor WABO breed. Dus een aantal dingen binnen de WABO brengen we niet onder. Dus het geldt ons, we leggen het onszelf feitelijk op om het op deze manier te doen. En dat doen we feitelijk omdat landelijk op IPO, VNG en rijksniveau die afspraken zijn gemaakt. Ja. Dus in zekere zin, als je het in huwelijkstermen zou zeggen, is het een moetje. Ja. Ik lees u de laatste zin van de aanwijzing voor. Voor het basispakket dienen de kwaliteitsregelingen in een verordening te worden vastgelegd. Ook moet deze verordening op het niveau van de omgevingsdienst uniform zijn. Maar staat er voor de overige taken, bouwen en RO, geldt een zorgplicht en mag de uitvoering in een verordening, maar ook in beleidsplannen. Dan nog geldt dat je kwaliteitscriteria vaststelt. Nou ja, dat zou kunnen. Maar goed, volgens mij is dit pragmatisch gezien gewoon de oplossing die we kiezen. Oh, zou het zo zijn, misschien dan, want het is op zich wel aardig dat de heer De Vries Robles dit zegt, dat u op termijn toch vindt dat er meer die kant op zou moeten richting de omgevingsdienst. Is het handige dat u het nu al geregeld heeft. Maar dat is overigens niet de dieper achterliggende grond wat mij betreft om het op deze manier te doen. Het is gewoon eenduidigheid, één verordening, klaar. Dan weten we met elkaar waar we aan toe zijn. En het moetje, laat ik dat dan ook maar zo zeggen, zit voor mij vooral in het feit dat het is een landelijke ontwikkeling die eigenlijk al een aantal jaren loopt. Ja, sommige dingen moeten we gewoon in dat proces met elkaar doen. Nou, zijn we eigenlijk al overgegaan naar een tweede ronde. En, de heer De Jonge, voor de tweede ronde. Ja, geen moetje, maar toch nog even tweede ronde. Want misschien kan de portefeuillehouder, de cursus dat volgens mij, maar die heb ik niet gehoord dat hij er niet was, maar die is ziek, oké. Okay. Maar dat even bij terzijde. Van, misschien kan de vervangende portefeuillehouder uitleggen van op welke wijze wij de betrokkenheid van de raad borgen. Er staat die zin, hè, in het stuk over van de gemeenteraad heeft toezicht op de uitvoering. Op welke wijze wordt de raad, want volgens mij werd de vraag net ook al gesteld van binnen een jaar. Op welke wijze wordt de raad daarbij betrokken en geïnformeerd? Nou, ik dacht dat onderwerp al afgehandeld was. Nee? Oh. Nee, want stel nou dat wij ten principale van mening zijn dat wij op het gebied van bouw en RO iets afwijkends in kwaliteitscriteria willen. Dan staat de verordening dat toe, maar we moeten elk jaar compliance explain doen. Terwijl als we zeggen, nee, we stellen alleen nu kwaliteitscriteria voor dat deel waarvoor het wettelijk echt verplicht is, namelijk de basispakketten, dan hebben we dat hele probleem niet. Het is toch belachelijk dat doordat wij dit vaststellen, wij onszelf een of andere ambtelijke idiotie opleggen, namelijk dat we jaarlijks iets moeten uitleggen. Dat snap ik echt niet, dat we daarmee meegaan. De heer Bouwmans. Ik weet niet of ik de Vries Robles helemaal goed begrijp.
Want er zit een veronderstelling in dat het mogelijk vervelend is of lastig of bewerkelijk wat we nu doen. En dat is in ieder geval niet mijn beeld. En de heer De Vries Robles heeft gelijk, hè, dat je het ook op een andere manier kunt regelen. Nou, hij citeert ook uit het stuk, dus in die zin is dat ook helder. Alleen, ja, persoonlijk, het idee zou kunnen zijn, als ik uw notie volg, dat wij van plan zouden zijn om heel vaak af te gaan wijken en dat toe te gaan lichten. Dat beeld heb ik in ieder geval niet, maar ik kijk weer even naar die kant. De heer Bauma, die ambtelijk dit proces trekt, volgens mij is gewoon niet het beeld dat wij op die manier het werk zouden willen doen. Kom maar even bij de microfoon. Dit is Fred Bauma, onze teamleider die verantwoordelijk is binnen de bestuursdienst op het gebied van de omgevingswet, de implementatie, ook de toezicht en handhaving, een hele reutemeteut. Dat scheelt geloof ik 1 of 2 letters. Hè? Zo, ja. Het goede nieuws is, ik ben niet meer kaal meer. Maar het is ook redelijk dun hier, hoor. Ik snap de opmerking dat met betrekking tot de ruimtelijke ordening en bouwen, dat je daarvan af zou willen wijken, moet verantwoorden. Tot voor kort hadden wij altijd een handhavingsuitvoeringsprogramma waar alle keuzes in werden gezegd, opgenomen en dat door het college vastgesteld en naar de raad gestuurd. En dat na afloop van het jaar in het jaarverslag daar een rapportage over werd uitgevoerd. Dit jaar hebben wij een VTH-uitvoeringsplan, dus dat is al gebaseerd op eigenlijk ook deze verordening. En daarin wordt al uitgelegd aan of wij voldoen, of gaan voldoen, willen voldoen aan de Rutte-ambitie. En als wij dat niet doen, op welke onderdelen we dat niet doen. Dus feitelijk geven we al aan op welk niveau wij in Ommen het VTH-pakket uitvoeren, ook voor de taken bouwen en NRO. Dus er is niet iets extra's. Er is al een programmering die bestaat uit een VTH-uitvoeringsplan en een jaarverslag erop. Dus het is geen extra activiteit, maar het klopt wel dat het basistakenpakket, de milieutaken, weinig tot niet afwijkingsmogelijkheden biedt, maar bouwen en NRO nog steeds wel. En ziet de raad dat nog, Fred? Volgens mij wel. Ja, VTH. Nou snap ik de opmerking ook wel, want wij hebben misschien helemaal niet de behoefte om op veel criteria af te wijken. Maar daar gaat het mij gewoon niet om. Nee. Ik ben in principe van regelarm. En wat we hier dus doen is regeltjes bedenken waarvan als we ervan afwijken moeten we nog weer andere regeltjes toepassen. Namelijk we moeten ook nog uitleggen waarom we dat doen. En ik heb zoiets, stel dan die regels überhaupt niet vast. Dan heb ik een goed nieuws. De verordening zoals die nu voor ligt is een verordening die ontstaan is na veel overleg tussen IPO, VNG en het Rijk. Daarvoor waren de verplichtingen omtrent monitoren heel gedetailleerd weergegeven wat je zou moeten monitoren en op welke manier en op welke manier je zou moeten rapporteren. En dat is onder invloed van het overleg afgezwakt en tot deze verordening teruggebracht. Dus het is al een verbeterde versie als je de zaak bekijkt vanuit uw standpunt. En de vraag van de heer De Jonge was van, krijgen we dat hier nou nog terug? Hè? Dat vroeg ik net ook. Precies, dus het komt hier gewoon terug. Hè? Dus, en volgens mij sowieso, we zitten de komende tijd nog behoorlijk in de implementatie van de hele omgevingsdienst. Dus we zullen daar nog regelmatig met elkaar over komen te spreken. Maar dit zit gewoon in een PNC-cyclus die hier ook gewoon terugkeert. En dat is ook goed, want het komt denk ik ook wel een beetje, dan kijk ik toch nog even naar de heer De Vries Robles. Het is ook gewoon goed om het hier jaarlijks wel te bespreken. En zou het nou zo zijn dat, laat maar zeggen, de veronderstelling die u toch uit, of de zorg, laat ik het maar zo zeggen, klopt. Nou, dan komt dat hier denk ik ook wel op tafel. En het is natuurlijk ook een pad waar je weer op terug kunt komen. Hè. Zou het nou echt zo zijn dat dit leidt tot de hele tijd aan toelichten en uitleggen zijn? Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, dan draait het de verkeerde kant op. Kijk, vooralsnog denk ik, het zijn gewoon een paar goede criteria, die willen we ook eigenlijk volgen. Dus intrinsiek zijn we wel gemotiveerd om dat te doen. En daar waar niet, dan leggen we dat netjes uit. Maar zou het zich tegen ons keren, dan moeten we daar natuurlijk wel assertief op zijn en gewoon zeggen, oké, maar dan hadden we dit niet moeten doen. Dus ik zie het maar even als een waarschuwing op dat punt om daar alert op te blijven. En de heer De Jonge, we komen hierop terug. Er komt een VTH-beleid. Ja. Nou, ik dacht dat die ook op lange termijn agenda stond voor, maar ik heb even naar de voorzitter al geagendeerd, maar goed. Dat... Ja. Oké. Okay. Ik denk de vraag beantwoord, voorzitter. Dank u wel, Fred.
mag ik concluderen dat het als hamerstuk naar de raadsvergadering kan. Waarvan akte. Nou, dan een onderwerp. Dat gaat al zo'n beetje 11 jaar door deze raadzaal heen. Maar het is denk ik de eerste keer dat het zo nadrukkelijk besproken wordt. En de plaatsvervanger van de wethouder, die verheugt zich op het onderwerp, heb ik van hem begrepen. En de Bansia. Ja. Hans is al een paar dagen ziek, dus misschien dat die zakjes aan het verspreiden. Ja. Ik neem aan dat iedereen het woord hier over wenst te voeren, maar ik geef toch D66 de gelegenheid om de aftrap te verrichten. Dank u zeer, meneer de voorzitter. Ja, D66 wacht al jaren met spanning op het hondenpoepbeleid. Daar kom ik zo op. Nog ver voor deze raadsperiode. Maar het is inmiddels eerst omgedoopt tot hondenbeleid. En dan zou je eigenlijk ook verwachten dat er ook wat meer visie in naar voren komt. Want wij missen in dit document toch nog wel een paar dingetjes. Bijvoorbeeld de aandacht die besteed wordt aan de hygiëne. Ook dat is een punt wat van belang is, zeker als er spelende kinderen zijn in zandbakken en dergelijke. En de poep als een snoepje gaan zien. Of, nou, ik kan nog veel engere verhalen verzinnen, dat begrijpt u. Maar ook aspecten rondom de sociale contacten en controle. Want ja, als je een uitlaatplaats hebt voor honden en je zet er een bankje neer en dan wordt het voor de hondenbezitters ook veel leuker dan elke dag hetzelfde rondje te lopen met de hond. Er zijn dan ook meer contacten tussen de hondenbezitters, wat dus ook een extra sociale controle met zich meebrengt en de contacten. Waardoor het ook nog een extra stimulerend effect heeft op de reinheid. Nou, dan de zakjes uiteraard. Bij de optie 1X wordt uitgegaan van verstrekking op centrale locaties. En wij denken eigenlijk dat dat nauwelijks werkt. Want men komt vaker bij een supermarkt dan bijvoorbeeld op het gemeentehuis of het wijkcentrum. Wat wel zou helpen is de verstrekking op de locatie, oftewel bij een vuilnisbak of bij een hondenpoepbak waarbij je daar ter plekke zou kunnen pakken. Dan is het ook direct terstond en ter plekke beschikbaar. Aan de andere kant om het centraal, we zijn niet overlegd, dus ik leg nog niet echt een mening neer. Aan de andere kant is het ook het centraal. Verstrekken van zakjes is natuurlijk ook een leuke mogelijkheid om te controleren of de hondenbelasting ook daadwerkelijk wel betaald is. Misschien dat dat nog extra kosten oplevert aan mindere controle. Aan de andere kant, misschien is dat ook wat in Rijsseholt het geval is, maar ik heb een voorbeeld van Kortrijk, waarbij naar voren is gekomen dat ze ook daar hondenpoepzakjes ter beschikking hebben gesteld. De kop in de krant staat namelijk: hondenpoepzakjes belanden in de diepvries. Want iedereen vond het heel erg makkelijk om die hondenpoepzakjes te gaan gebruiken als diepvrieszakjes. Nou, is daar natuurlijk ongebruikt. Ongebruikt. Maar als ik dan toch even kijk naar de enquête die gehouden is, het onderzoek, dan zie ik er eigenlijk staan dat er heel erg weinig gebruik wordt gemaakt van de omheinde uitlaatplekken. En dat is hartstikke logisch, want op het moment dat je enquêteerde in de Dante, die heeft natuurlijk weinig behoefte om te gaan naar de plek in de Strangen. Dus nou is eigenlijk mijn vraag. Als je nou per wijk gaat bekijken, per
plek liggen dan de cijfers duidelijk anders. Want als je ziet wat men van plan is om te gaan doen met de uitlaatplekken, dan zijn die percentages aanmerkelijk hoger. En ja, daar is misschien dat daar wat meer over nagedacht kan worden. Een andere simpele vraag ook als we gaan kijken naar optie 2, waarbij ook de poep wordt opgeruimd. Hele simpele vraag. Hebben wij binnen de bestuursdienst Ommen Hardenberg een poepzuiger? Ja. Als hij er namelijk is... Dat is een technische vraag. Je had u vooraf aan de ambtenaar kunnen stellen. Ik was vooraf, moet ik u heel eerlijk zeggen, bezig bij de agendacommissie. Dus die kans is mij helaas onmogelijk geleken. Maar prioriteit zou dus eerst zijn primair afvalbak ter plekke aanbieden van zakjes. En we hebben dan ook nog een tip. Praat eens met de Zwitsers. Want die hebben dat al jaren in gebruik. Gaan we, ja. We gaan op excursie. Oké. Tot zover in de eerste termijn. En dat is scenario, bekijk het maar. Nee, het wordt vriendelijk verzocht om het scenario kenbaar te maken. Scenario 2A wordt dat. 2A. 2A zegt hij. Nieuw toe te voegen scenario, maar daar gaan we het over hebben. De voorzitter die kijkt me aan, gaat ze er echt wat zeggen? Ja, nou, ik zit me af te vragen van, heb u een hond betaald belasting? Maar goed, Nee, niet meer, jammer genoeg, maar ik betaalde wel belasting. Okay. Sterker nog, ik heb hem zelfs persoonlijk laten aanmelden hier. En toen deed hij wat op de gang. Dat heb ik toen wel netjes opgeruimd. Zonder zakjes. Ik snap wel dat gedurende dit onderwerp natuurlijk de lachspieren flink getraind gaan worden. Ik doe er dan een klein schepje bovenop. Als meneer Mars mij toestaat. Toen hij over de supermarkt begon, moest ik in één keer denken aan statiegeld op hondenpoep bij het kopen van hondenbrok. Volgens mij is dat het ei van Columbus. Als men daar brokken koopt, moeten ze statiegeld betalen. En als ze de poep inleveren, krijgen ze statiegeld terug. Nee, alle gekken op een stokje. Ik wil echt even serieus op dit onderwerp ingaan. Want volgens mij valt of staat dit hele probleem gewoon met fatsoen moet je doen. Iedere hondenbezitter moet zich ervan bewust zijn dat de overlast die veroorzaakt door hem zelf opgeruimd moet worden. Wij kiezen ook niet voor geen enkel scenario, want wat wij belangrijk vinden, er wordt al 10 mil uitgegeven op jaarbasis aan dit beleid. En dat zal waarschijnlijk voor het overgrote deel bestaan uit het schoonhouden van die veldjes, denk ik. Ik weet het niet, konden we niet terugvinden. Maar wij hebben ook gewoon een handhavingssysteem. En wordt daar überhaupt op dit moment een handhaving gedaan? En we hebben volgens mij al eens eerder voorgesteld, zet daar gewoon een boete op. We hebben mensen in de kaartenbak zitten. Er is vast misschien wel iemand die dat een leuke klus vindt. Om mensen te beboeten op basis van onze APV. Op het moment dat men en de hond niet op de plek aangelijnd heeft waar het hoort. Maar ook de rotzooi niet opruimt. Volgens mij is dat het begin van het geheel. En wat ik ook een beetje mis in dit hele stuk, dat is de evaluatie van Dalfsen met die bakken die ze daar gewoon hebben aangeschaft. Hartstikke dure dingen. Maar die worden over het algemeen, tenminste wat ik daar hoor, gebruikt door de mensen die het altijd al opruimden, maar die het nu makkelijk vinden dat het onderweg gedaan kan worden. Want mensen die het gewoon niet willen doen, die doen het gewoon niet. En die laten zich ook vaak niet aanspreken. En dan helpt er maar één ding, glashard. En dat is gewoon een boete. Een dikke boete. De heer Moerman. Ja, voorzitter. Scenario 1x zou even gaan. Scenario 0 is geen scenario, want dan doe je dus in feite niks. Dan heb je geen scenario. Positief hondenbeleid. Ik wil dat er daarna ook wel ontschrijven. Mensen zijn wel bereid om hondenplas te betalen, maar ze willen daar ook iets anders voor terugzien, inderdaad. Als je het hebt over loslaatveeltjes, er zijn veel te weinig loslaatveeltjes. Niet alleen in de Slangen, zul je het ook in de Dante en in de Larakkers en de Zeeheldenbuurt en op diverse andere plekken moeten doen. Als wij in de gemeente van mening zijn dat de honden aangeleid moeten zijn binnen de hele gemeente Ommen, dan moet je na het handhaven, wordt er gehandhaafd? Jazeker. Ik heb al 5 mensen aan de telefoon gehad die klaagden dat ze een boete hadden gekregen. Want als je nou in de Dante Zuid woont en je moet helemaal naar de Dante, naar de Strangen met je hond, dan hoop ik dat je een auto bij je hebt. Dan heb je een grote kans dat je eens behoefte doet voordat je bij het loslaatveldje aan de Strangen bent. Dus enerzijds, ga het faciliteren. Wil je handhaven, zorg er dan ook voor
als gemeente dat je ook voldoende uitlaatmogelijkheden voor de hondenbezitter hebt. Wij zijn een van de weinige gemeenten die nog hondenbelasting hanteren. En daar mag ook wel wat tegenover staan. Tot zover. De heer Bongers. Dank u, voorzitter. Ja, ook wij streven eigenlijk een wat meer integrale benadering van deze problematiek naar. Want zoals de notitie is, vinden we hem toch te eng. En wij willen daar ook wel het college wat uitgangspunten meegeven. Voor ons geldt in eerste instantie geen hondenbelasting. Tenzij, en dan moet er echt een noodzakelijke voorziening of activiteit tegenover staan, die het ook echt noodzakelijk maakt dat de gemeente daar iets voor doet. Dan zou eventueel daar een belasting nuttig voor kunnen zijn, maar vastnog zijn wij geen belasting. En we zijn ook benieuwd naar wat de belastingen die nu geheven worden, wat daarmee gedaan wordt. Wat krijgen de inwoners daarvoor terug? Dus als de belasting geheven wordt, dan is het een doelbelasting. En het tweede uitgangspunt is wat ons betreft de vervuiler betaalt. En je kunt ook een andere bewoordingen doen. De collega van de VVD heeft dat ook al aangegeven. Het is ook een stukje moraal, fatsoen. En dat moet het uitgangspunt zijn wat ons betreft. Want voordat we allerlei maatregelen en allerlei voorzieningen treffen, ja, ik denk dat het daar toch begint. Wat ons ook niet duidelijk is, blijkt uit de notitie, is er worden een aantal maatregelen voorgesteld. Maar in hoeverre zijn dat nou maatregelen die ook aantoonbaar effect hebben? Er wordt wel verondersteld dat ze effect hebben, maar we hebben daar toch wel twijfels over. Er zijn ook wij ontvangen klachten, zowel over hondenpoep, maar ook over loslopende honden. Eerste plaats, er zijn mensen die hebben die klachten ook geuit bij de gemeente, bij de BOA. En die hebben daar nooit iets op teruggehoord. Wij vragen dan ons ook af van hoeveel klachten zijn er afgelopen jaar geweest? En wat daar is daarop afgedaan? Nou, de opbrengsten hebben we eigenlijk al over gehad. Dit is vooralsnog voor eerste termijn, voorzitter. Het fractielid van de ChristenUnie die niet over een hond beschikt thuis. De heer Witt. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dat heeft u heel goed gezien, inderdaad. Inderdaad, ik mag dit doen omdat ik in principe het minste bij dit onderwerp persoonlijk betrokken ben. Al moet ik zeggen dat ik wel in het verleden ook regelmatig last gehad heb op stoep en op veldjes waar ik woon. Dus in die zin ben ik ook wel weer betrokken bij dit onderwerp. Maar we hebben het over hondenbeleid. En ik heb de fractievoorzitter beloofd dat ik dat andere woord niet zou noemen, dus dat ga ik ook niet doen. We vonden het lastig om hier een afweging in te moeten maken. Want als we gewoon ook kijken hoe we er als gemeente financieel voor staan, ja, dan zouden we eigenlijk het liefst kiezen gewoon voor scenario nul. Van ja, dat kost gewoon het minst. Maar aan de andere kant, ja, iedereen wil natuurlijk graag dat er toch wel wat gaat veranderen. Maar daar ligt dan ook weer het tweede lastige punt. Namelijk inderdaad dat je praat over menselijk gedrag. Een aantal van de vorige sprekers hebben dat ook al aangegeven. Van ja. En de vraag is of het lukt om daar beleid op te voeren. Dat je dat kunt gaan sturen. En dus die afweging is gewoon heel erg lastig. Van ja, hoeveel geld gooi je er tegenaan om iets te bereiken? En ja, we hebben daarin dan uiteindelijk ook maar een beetje een tussenafweging gemaakt. En dan toch maar gekeken van nou ja, wat er dan aan effecten verwacht wordt uiteindelijk. Als je dan kijkt naar dat staartje wat er in het stuk staat. En daarom kiezen wij als ChristenUnie kiezen we eigenlijk voor ja, waar eigenlijk het meeste effect tegen de minste kosten. En dat is scenario 1. Dus wij kiezen voor scenario 1. Voorzitter, dank u wel. De heer Leuwik. Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn al heel wat scenario's gepasseerd. Dat wordt leuk. Goed, het college vraagt een advies over deze nota.
En dat zullen wij ook dan wel doen. En u vraagt ook een dekkingsvoorstel met eventueel financiële middelen te leveren. Nou, we hebben dit even zo gedaan. We hebben het eens even netjes op een rij gezet. Ik hoor hier en daar over moraal en over poep en dit en dat. Maar laten we nou heel... Ik heb het zo gedaan. Wat is nou het doel van deze nota? Wat is het beleid wat al bestaat? Toen is er nog een mooie enquête geweest. Die moet je goed lezen, maar dan sla je bijna van verbazing achterover. En dan kom je uiteindelijk bij de scenario's uit. Zo heb ik het maar even op papier gezet. Nou, eerst even het doel maar. Wat willen we nou met deze nota bereiken? Er is overlast van honden. Maar de hondenbezitters zelf, die zijn ook ontevreden. Dus er zijn eigenlijk twee kanten waar het niet goed is. En dan het beleid. Ten aanzien van de honden in het openbaar beleid, dat is vastgelegd in een APV. Die bestaat, hebt u ook gehad, van 2014. En daar staan wij volledig achter. Een aanlijnplicht, opruimplicht, verbod om honden te laten verblijven op een voor publiek toegankelijke kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of een door een college aangewezen plaats. Dat staat in de APV. Maar ook staat erin dat ten behoeve van het uitlaten of ravotten van een hond locaties aangewezen zouden kunnen worden. En die hebben we. We hebben er wat. Je moet zoeken, maar je hebt ze. We kennen nu uitlaatstroken in de Zeeheldenbuurt en Alteveer. Hondentoiletten of omheinde uitlaatplekken in de Zeeheldenbuurt, Strangen en Alteveer. 5 plaatsen. Niet in de Danten. En toen kwam de enquête. Nou, gehouden in begin 2016, dat is al een jaar geleden alweer. En daar heeft ongeveer de helft van de hondenbezitters in de kern van Ommen, zo'n 43% heb ik geleerd, de helft, heeft daar aan deelgenomen. En ongeveer een kwart ervan, die had geen hond. Dus 3/4 wel, 1/4 niet. En daar komen hele mooie dingen uit. Tenminste, ik hoop dat je ze ook gelezen hebt. 70-80% staat hier van de hondenbezitters is bekend met aanlijnplicht en opruimplicht en houdt zich daar waar aan of schoon. En dan komt de aap bij de mouw. 25% ook wel eens een hond loslaat op een trottoir en een straat. En de helft daarvan, 52%, die ruimt het soms of nooit op. Verbazing. Dan nog hetzelfde. 31%, bijna 1/3... die heeft zelf last van die niet aangeleide hond of de niet opgeruimde poep. Dat is 1/3. En dan de uitlaatvoorzieningen bij de hondenbezitters, stond in de enquête, zijn weinig bekend bij de hondengebruikers of de hondenbezitters. Maar er is wel behoefte, staat hier, aan, moet ik het even goed doen natuurlijk, aan hondenlosloopvelden en hondenpoepbakken. Die niet alleen bij de uitlaatstrook of velden geplaatst worden, maar ook nog door de hele wijk heen. Opmerkelijk was ook, las ik, dat de hondentoiletten niet gewenst zijn. Dan zijn de voorzieningen en men maakt er geen gebruik van. Ik zal ook als hond uitkijken om op zo'n hondentoilet daar naar binnen te gaan. Kortom. Conclusie. Hondenbezitters zijn niet tevreden met de voorzieningen. Want zij willen toch meer voor hun hondenbelasting. En andere mensen ondervinden overlast van honden, wat eigenlijk om een betere handhaving vraagt. Nou, daar moet je ergens tussen gaan zitten. Dan de scenario's. Ja, wij als CDA hebben gezegd van ja, alle scenario's, dan word je alweer iets voorgekookt wat je soms helemaal niet wilt. En wij hebben gezegd van, nou eigenlijk geen van de 4 past ons. Wij hebben gezegd bakken, zakken en de APV, die bestaat, die hebben we gemaakt, die APV, dan moet het voldoende zijn. Weg er wel één ding erbij. Wij vinden als CDA wel dat de wijkverenigingen en de plaatselijke belangen hierbij betrokken moeten worden. Waar komen die bakken? Waar gaan die plastic zakjes gehaald worden? Laat het aan hen. Haal de mensen erbij. Dus met andere woorden, bakken, zakken, APV, plaatselijke belangen erbij, wijkverenigingen erbij. Kom tot een oplossing en handhaaf.
Dank voor de uitgebreide toelichting op het rapport. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de fractievoorzitter van de VOV gaf net al aan dat een artikel in Tubantia stond. Ik heb hem hier voor me. De kop luidt strontziek van hondenpoepzakjes in Rijssen. Dus de plaats waar Hans te keur zit. En het eerste zinnetje luidt het blauwe zakje. Terwijl ik de indruk had dat die zakjes rood waren. Maar... Okay, nou, het blauwe zakje is vanuit hun woonkamer aan de Sparrelaan te zien. Gewoon op de grond gesmeten. Even verderop in het plantsoen liggen er nog een paar. De inhoud, hondenpoep, met een uitroepteken. Nou, dan gaat het artikel verder, maar daar gaat het allemaal niet zo om. Dus blijkbaar zijn er ook nog andere manieren om met dat zakje om te gaan. Voorzitter, wat hondenbelasting betreft, weet u allen inmiddels wel van de fractie van de VOV dat wij erg zijn om die hondenbelasting af te schaffen. Vorig jaar hebben we vanwege het rondkrijgen van de begroting gekozen om zelfs mee te gaan in de verhoging van de hondenbelasting. Daar hebben we onze leden ook voor geraadpleegd en met pijn in het hart hebben we die keuze moeten maken. Nu hebben we een planning- en controlcyclus. En in die PNC-cyclus hebben we een aantal afspraken gemaakt, waaronder de begrotingsdoctrine. En zonder daar exact uit te citeren gaat het om, hebben we te maken met een situatie van overmacht, hebben we te maken met een situatie van onomkeerbaarheid en hebben we te maken met een situatie van onuitstelbaar. Als het gaat om hondenbeleid, de voorzitter gaf aan, we zijn er al 11 jaar in afwachting van, dan zijn geen van deze 3 criteria daarop van toepassing. En in de aanhef van het voorstel van de commissie aan het college staat dat wij suggereren om bij de eerste bestuursrapportage, de eerste BRAP, financiële middelen daarvoor vrij te maken. Voorzitter, dat gaat gepaard met een vermoedelijk een begrotingswijziging. En dat druist precies in tegen die PNC-cyclus. Dus wat wij graag zouden willen meegeven is, geef het hondenbeleid meer handen en voeten. Vertaal dat in de kadernota die aanstaande is voor de zomer. En uiteindelijk, als we daar consensus over hebben, vertaal dat ook financieel als het geld kost. En daar heeft er alle schijn van overigens, in de begroting voor 2018. En niet tussentijds tegen de begrotingsdoctrine in andere dingen doen. Dan, voorzitter, even wat inhoudelijke dingen zonder precies een scenario aan te wijzen. Wij zijn van mening als fractie dat het opruimen van de hondenpoep een verantwoordelijkheid is van de gebruiker schrap hondenbezitter. Wij vinden dan ook het gratis verstrekken van zakjes niet de juiste weg. De vervuiler betaalt, is al eerder gezegd vanavond. Dus niet de gemeente zou de hondenpoep moeten opruimen, maar de gebruiker zelf in niet gratis verstrekte zakjes. Voorzitter, een punt wat nog niet genoemd is, alhoewel we hebben het wel gehad over aanlijnen, maar wat in het stuk ergens staat, dat niet het aanlijnen voor iedereen verplicht gesteld zou hoeven worden, want je zou een uitzondering kunnen maken voor hondenbezitters die goede controle over hun hond hebben. Voorzitter, dat vinden we een slechte suggestie. Gelijke monniken, gelijke kappen. Als je een aanlijnplicht instelt, dan is er een aanlijnplicht. En dan ga je niet onderzoeken of iemand zijn hond voldoende onder controle heeft en daar discussies over of je daarvan zou kunnen afwijken. Daarnaast, voorzitter, vinden we de goede communicatie die in het stuk staat. De flyer bij de aanslag voor de belasting een erg goede. Participatie van de hondenbezitters is erg essentieel. Goede handhaving is al gezegd, inclusief beboeting als er niet gebruik van gemaakt wordt. En dan zou je grosso modo alles bij elkaar geteld in de richting van het scenario 1 komen. Zonder dat we er expliciet voor kiezen, komt dat het dichtst bij waar wij voor zouden gaan en het college in adviseren. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder. Dank u, voorzitter. Ja, ik zou net te denken, waarschijnlijk is wethouder Ter Keurst even uit zijn ziekbed opgerezen om te kijken hoe de raad over dit thema denkt. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij thuis dit volgt. Dus Hans Beterschap vanaf deze plek. Ik heb inderdaad op de nieuwjaarsreceptie van de brandweer volgens mij tegen de voorzitter van de commissie gezegd, ik verheug me bijzonder op dit onderwerp. En ik heb hem overigens niet verteld waarom. Het is niet omdat ik een hond heb of de ambitie heb om een hond te krijgen. Maar omdat
als je soms in hele eenvoudige termen wilt uitleggen waar het over kan gaan in de gemeentepolitiek, hondenbeleid of hondenpoepbeleid eigenlijk wel heel beeldend is. Dat hebben we vandaag ook weer gemerkt. Dat poep en plassen altijd aanspreekt als het gaat om een thema. En tegelijkertijd zit er ook wel een serieuze toon aan. Want het is, als je kijkt naar de irritatie top 3, is het eigenlijk een thema wat altijd hoog scoort. En ik denk dat de gedachte ook is geweest achter het beleid dat wij hier vandaag zo wat geschetst hebben. Ook was van je moet het niet alleen over de tussen haakjes deel hebben. Maar juist even wat breder neerzetten. Dus ook proberen een wat integraal verhaal even in die context te plaatsen. Wat ook wel wat lastig is, dat zegt ook maar direct bij een aantal van u. Zegt van ja, we zijn helemaal niet zo voor hondenbelasting. En eigenlijk deugt dat niet. Daar zou ik u een heel goed in kunnen volgen vanuit mijn eigen persoonlijke overtuiging. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat de hondenbelasting gewoon onderdeel is van onze inkomsten zoals we die geraamd hebben. En dienen die ter algemene dekking van de uitgaven die wij doen. Hè. Dus er zit geen koppeling tussen uitgaven die we doen vanwege honden of inkomsten die we op die manier genereren. Hè. Het is net zoals dat vroeger de raambelasting was, is er nog een wat antiek instrument en dat heet hondenbelasting. Ja, en die gebruiken we inderdaad, zoals terecht gezegd, dus ook een iets toenemende mate. Want die hondenbelasting is natuurlijk wat veranderd. Het gaat om een kleine ton, hè? Ik geloof 90.000 euro hebben we net nog even weer gekeken. Ja, en de uitgaven zijn 10.000 euro, maar je mag die parallel dus niet, dat kun je wel doen. Maar in fiscale zin of in financiële zin kun je die niet met elkaar koppelen. Ja, zit alles er nou in of niet? Ja, daar kun je natuurlijk altijd wat over discussiëren, want ik denk dat er inderdaad altijd wel weer voorbeelden van elders zijn. Want ik zei net al, het is heel beeldend en het speelt ook eigenlijk overal wel. Het is ook niet een exclusief Ommens of Nederlands probleem. Ik denk dat je dat inderdaad elders ook ziet. Ik herken overigens wel in het stuk ook de betrokkenheid van de echte portefeuillehouder. Want het klopt inderdaad, hij heeft hier al een paar keer volgens mij uit zijn binnenzak een rood zakje tevoorschijn gehaald. En hij heeft zijn eigen persoonlijke ervaring ook in reizen en is daar inderdaad zelf wel heel positief over, heb ik altijd de indruk. En een aantal elementen van daar zie je ook wel terug. Ja, daaraan gekoppeld is ook een beetje, ik ben het wel met mevrouw Lagasse eens. In de basis natuurlijk zo, fatsoen moet je doen. Als je ervoor kiest om een hond te hebben en die hond in de openbare ruimte te laten verkeren. Ja, dan is het niet meer dan logisch dan dat waar die hond troep maakt, dat je dat even opruimt. Net zo goed als dat je, als je naar de McDonald's bent geweest, ook niet je bekertje uit het raam kelt. Of andere dingen. Ja, dat gebeurt helaas ook. Maar ja, dat zou niet zo moeten zijn. En je moet elkaar daar ook op kunnen aanspreken. En dat zou moeten voorkomen worden. En daar hoort ook handhaving bij. Maar dit is nou typisch zo'n voorbeeld. Ja, je kunt bijna onmogelijk in de hele gemeente handhavers laten rondlopen om illegaal poepende honden, of althans achtergelaten drollen, te traceren. Net zoals wildplassers. Het zijn altijd toevalstreffers dat iemand in de bosjes aan het plassen is waar het niet mag. Maar feitelijk moet het beleid dus eigenlijk op een andere manier, denk ik, vorm krijgen. Dus ik ben voor deel met de heer Leuwik eens. Hè. Die zegt bakken, zakken, opvang, plaatselijk belang. Een beetje die orde. Ik denk dat je, als je iets wilt en je wilt iets toegevoegd doen, dan moet je toch een beetje in de fysieke infrastructuur zoeken. En dan heb je het inderdaad feitelijk over een hondenuitlaatplek. En die moet wel in de nabijheid zijn, want ik denk dat het klopt dat als je je hond uitlaat en je doet het wandelend. Overigens is een hond echt de meest gezonde manier om te diëteren, zeg ik u maar direct. Want als je de hond 2 keer per dag een half uurtje uitlaat, is het eigenlijk heel gezond. Als je een beetje uptempo met het dier loopt. Maar het moet natuurlijk wel in de nabijheid zijn. Dus je moet het ook wel op een verstandige manier doen. En ik denk dat het in onze participatieve opvatting ook heel goed past om dat in gezamenlijkheid te doen. Dus dat we niet landkaart hier in het gemeentehuis 5 kruisjes zet en denk, nou, daar moest hij maar komen. Maar dat we dat dan ook wel doen met betrokkenheid van de partners, zoals we dat bijvoorbeeld ook gedaan hebben rond het bermenonderhoud. Ja, en dan probeer ik er ook iets uit te distilleren waar wethouder Ter Keurs mee verder kan. En de ambtelijke ondersteuning, die over het verhaal ook mee heeft gehoord, de heer Luijmens hier aanwezig. Ik heb de indruk dat de raad een beetje neigt naar iets wat op een 1 lijkt. Maar ik hoor de raad ook wel zeggen van nou, nog een klein beetje verdere verdieping. Dat is eigenlijk ook wat de heer Mors natuurlijk zei. Ik nam nog wat voorbeelden. Hoe zit het dan met hygiëne, sociale contacten, bankjes, hoe denk je daar nou over? Dan is even een klein aantal tipjes van de sluier oplichten en dan toch met een voorstel proberen te komen.
Het is wel zo dat het gewoon geld kost. En ik denk dat de heer Middelkamp wel gelijk heeft. Ik heb niet met heer Schelen afgestemd. Maar volgens mij knikte hij wel wat instemmend toen u sprak. We hebben het college eigenlijk aangegeven, ja, dit is een lange discussie. De raad wil hier graag iets. Dan zou je het in de buurrap mee kunnen nemen. Eigenlijk als een soort van voldongen feit. Maar u heeft gelijk, eigenlijk kun je het gewoon integraal afwegen. En dan past het om in de kadernota begrotingscyclus gewoon te doen. Dus ik heb daar eigenlijk niet zoveel moeite mee. Volgens mij, nou, als ik zo even rondkijk, moeten we dat maar misschien zo doen. Ja, voorzitter. Misschien heeft u een andere conclusie dan ik. Maar als ik de raad zo wat hoor, dan iets met één, met iets meer punten nog uitgewerkt. De keurste alle kanten op. Precies. Maar goed, ja. we hebben nog een tweede ronde. Misschien kan men zich iets explicieter uitspreken. Mevrouw Lagas. Nou, zoveel explicieter voor wat betreft de keuze wordt het voor ons niet. Maar wij willen wel even, wij zijn er ook voorstander van om het mee te nemen in onze normale cyclus van de begroting. Want dat geeft ook nog weer de mogelijkheid op watgene wat het CDA aanhaalde om in overleg te gaan met. Maar daar zou ik toch graag een aanvulling op willen geven. Want u noemde in uw betoog ook de plaatselijke belangen. En er zit ook het buitengebied natuurlijk bij. En er is ook bij de burgers in het buitengebied toch een grote onvrede over de bijdrage. Terwijl zij geen enkele faciliteiten daar hebben. Dat hoeft daar ook vaak helemaal niet. Want mensen hebben daar ruimte zat om de honden vaak uit te laten. Sommige honden, trouwens heel veel honden, komen daar helemaal niet van eigen terrein af. Omdat die mensen het terrein groot genoeg hebben. Dan is het in feite een soort solidariteitsverhaal voor inderdaad de algemene middelen. He, dus iedereen die een hond heeft betaald mee. Maar als we het nou echt zo expliciet, hè, de overlast, en ik hoorde ook in de bijdrage van de Partij van de Arbeid, ik hoorde zo expliciet van daar is het wel geregeld en in die wijk is het niet geregeld. De voorzieningen die we hier voorstaan, ik ben er toch wel een grote voorstander van dat die gewoon uit de hondenbelasting dan betaald worden. En dat je dan op den duur wel naar, kijk, ik weet ook wel dat we dat nu allemaal in de dekking hebben zitten. Tot 2020 moeten we ons echt koest houden. Maar dat je dan toch daarna gaat kijken van daar in die gebieden waar we deze voorzieningen in de benen moeten houden om de wijk te ontlasten van de overlast. Want zelf doen gebeurt toch niet. Dat je dan uiteindelijk naar een systeem komt waar in de gebieden waar de mensen het allemaal zelf keurig op orde hebben, daar de hondenbelasting niet meer hoeft te heffen. Maar in de gebieden waar je de voorzieningen moet treffen voor de leefbaarheid. En dat is over het algemeen gewoon in de bebouwde kommen van de kern Ommen. Dat je daar dan wel een belasting heft om die voorziening te laten betalen. Want ja, sorry, de vervuiler betaalt, dat is wel ons uitgangspunt. En ik denk dat het niet meer dan reëel is. En ja, in feite ben ik het wel met de mensen eens die zeggen van afschaffen hondenbelasting. Ja, het is natuurlijk een rare uit het verleden waar we toch eens een keertje naar moeten kijken. Maar het kan nu niet, dat begrijpen wij ook wel. Maar we moeten het wel in ons achterhoofd meenemen en niet te gemakkelijk zien als een vulling van de gaatjes in ons gebit. Heer Mors. Ja, dank u zeer, voorzitter. En, het is al vaker ter sprake gekomen, maar het heeft echt te maken met het welzijn van onze burgers. Dus het moet ook iets breder bekeken worden dan alleen maar het opruimen en het beschikbaar stellen van beschikbaar stellen van afvalbakken en dergelijke. En ja, handhaving versus sociale controle en het stimuleren van het sociale aspect rondom het opruimen van honden kan misschien nog wel veel effectiever. En dat zou ik ook mee willen geven om dat in de nota nog even extra mee te nemen. Wat zei u nu? Het opruimen van honden? Ik bedoelde daarmee om ook die sociale controle versus de handhaving, om dat meer in de memo nog in de nota mee te nemen en daar ook over na te denken. Dan had ik het toch goed gehoord. Ja. De heer Lubik. Ja, nog een kleine toevoeging over de kosten, want dat hoorde ik van de verantwoordelijke, dat de kosten 10.000 euro voor het onderhoud behielden. Maar volgens mij moet dat dan nog wel iets bijgeteld worden voor namelijk de handhaving. Dus ik denk niet dat de kosten alleen maar 10.000 euro zijn. Er moet wel wat handhaving bij. Dus het is niet allemaal winst, hè. En ik denk ook dat de belasting, tenminste zo is die toch ook wel een beetje bedoeld, om een remmende werking er een beetje van uit te gaan. Dus dat element heb ik ook nog niet gehoord. Maar goed, ik wacht heel graag af wat het gaat worden, het voorstel. Het slotwoord is aan de portefeuillehouder. Ja.
In de nota wordt uitgegaan van 10.000 euro. Hè? Dus die zal in een aantal elementen opgaan. Overigens, de handhavingscapaciteit die we in onze gemeente hebben is zeer beperkt. Hè? Dus laat me zeggen, dat zal in ieder geval niet van 10.000 naar 90.000 euro gaan. Zouden we die niet meegerekend hebben. Maar het punt blijft, het is gewoon een algemeen dekkingsmiddel. En in die zin, wat ook ooit de aanleiding is geweest, of dat was aan een soort van geboortebeperking voor honden te doen of iets anders, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is gewoon een algemeen dekkingsmiddel en dat maakt het heel ingewikkeld. Hè? Dus het loopt gewoon mee en natuurlijk is het heel logisch om te denken dat je een koppeling maakt met hondenbeleid. Maar feitelijk is dat, nou, laat me zeggen, bestuurskundig, bestuursjuridisch, financieel eigenlijk nergens op gebaseerd. Feit blijft dat er dan een vraag ligt. Ja, ik klopte net de wethouder Schele al even op de schouder. Ik zei, nou, nu gaat het over welzijn, dus gefeliciteerd, dan ga jij erover. Ja, kijk, voorzitter, ik worstel een klein beetje met wat het college nu gaat doen. Maar ik denk dat wij ook maar even gehoord de discussie, dat hebben we ook ambtelijk gehoord. Dus even goed moeten nadenken hoe wij met een voorstel kunnen komen wat dan gewoon in de normale PNC-cyclus mee kan lopen qua dekking. Om te zorgen dat u tot een afronding van deze jarenlange discussie kunt komen. Waarbij ik ten stelligste van overtuigd ben dat de beste oplossing is dat daar waar u een hond heeft, ervoor zorgt dat die hond gewoon ergens poept en u opruimt wat die hond daar doet. En dat gewoon ook weer thuis in een grijze container gooit. Dan is er helemaal niks aan de hand. Groene container in de grond, word even wat je maar doet. Voorzitter, als ik één. Ik wil toch één aanvulling maken, want concentreert ze vooral nu op de afvalstoffenheffing, zal ik maar zeggen. Maar ook loslopende honden is een item aspect wat toch wel heel veel inwoners raakt. En daar heeft de heer Bongers gelijk, dus excuus dat ik het wat focus op het andere deel. Maar daar heeft u gelijk en dat zit veel meer ook wel wat in het punt wat de heer Leuk natuurlijk zei, dat gaat over handhaving. En ik denk dat het gewoon goed is om daar eens even naar te kijken. Van, goh, kunnen we daar nog wat meer mee? Of eens een keer een blitsactie doen of gewoon wat bekendheid aangeven. Dus dat zijn denk ik wel aspecten waar je ook nog wel wat gericht op kunt acteren. Dus dat nemen we ook wel mee in, in de verdere uitwerking en het voorstel. Het is terecht dat u daar nog even op wijst. Goed, ik heb net even wat gegoogeld. En de hondenbelasting is in de middeleeuwen ingevoerd om het aantal honden per gemeente onder controle te houden. Dus sinds de middeleeuwen al. Dat is dan wel enigszins oneigenlijk, want toen gooiden we de rest van de poep ook gewoon op straat. Daarvoor hebben we nou net riolen aangelegd. Ja, maar, kennelijk heb ik het niet duidelijk gezegd. Het ging niet om poep in de middeleeuwen, het ging om het aantal honden te beperken. Goed, volgende agendapunt. Dat is de rood voor rood regeling van de koe voor de weg 18a, 18b. Wie wenst daarover het woord? De heer De Jonge die wil er wel iets over zeggen. Ja, goed, ik wil er kort over zijn, voorzitter. Want volgens mij is de rood voor rood regeling toen de tijd in de leven geroepen voor dit soort zaken. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft hier een aantal keren een soortgelijke voorbeelden de revue gepasseerd. Maar als er nou een van al die zaken die de revue gepasseerd is in aanmerking zou komen voor de rood voor rood regeling, is het deze al. Dus geen uitbreiding van een grote varkens gebeuren in een gebied waar recreatie en natuur met elkaar speelt. Dus ik zou zeggen van zo snel mogelijk. Het heeft me al verbaasd dat vanaf 2014 in behandeling is. Ik zou zeggen zo snel mogelijk ter visie leggen en aan de slag. Mevrouw Schutselaar. Voorzitter, de VVD-fractie is het roerend eens met het voorstel. En als je de locatie ziet, dan zeg je dat het kan alleen maar beter worden. Er is ook van geen enkele instantie een bezwaar gekomen. Ook niet van de buren. En als je die plek ziet, er zijn wel buren over, bovenburen. Moet je even gaan kijken. Dan zul je daar buren zien. En weet dat het daar bewoners zijn, laat ik het zo zeggen. Ik heb ze niet gezien. En ik ben gewoon heel blij dat deze mogelijkheid er is. En net wat meneer De Jonge zegt, gewoon aan de slag ermee ter visie liggen. Dank u wel. De heer Reynolds. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook een korte reactie onzijds. We zijn het ermee eens. Misschien enige verbazing dat aanvankelijk het was zonder het aantal vervangende panden bouwmogelijkheden te benoemen. Wat curieus was misschien de formulering
bij het vooroverleg een inspraak. Er was vooroverleg met provincie en waterschap. Ook daaruit zijn geen zaken naar voren gekomen waardoor het plan is aangepast. Ik zou juist denken van, dan leid je, wordt het plan dus niet aangepast als er geen, maar er staat waardoor het plan is aangepast. Dus het, maar goed, ik zou zeggen van, er zijn geen zaken naar voren gekomen die het noodzakelijk maakt om het plan aan te passen. Maar dat is dan even. En eventjes was het inderdaad even de vraag van, ja, het rechtvaardigt de twee, denk ik. Rechtvaardigt het ook buiten het bouwblok. Ja, daar kan je over twisten. Maar ik denk dat de algehele situatie dusdanig verbetert. En dat we daar voor 200% achter kunnen staan. Tot zover. Nou, dat is mooi naar deze stemverklaring. Volgens mij hoef je nergens op te reageren. En is het zaak dat de eigenaar zo gauw mogelijk wat bouwgronden kan verkopen, zodat de sloop zo snel mogelijk plaats zal kunnen vinden. Dan gaan we nu over naar de rondvraag. Meneer Mors, die had schriftelijk zich gemeld voor de rondvraag. Dat klopt. Een vraag over weesfietsen. Diverse ondernemers, inwoners en ook wij van D66 ergeren ons eraan dat in het centrum, onder andere op het Vrijthof, rond de hervormde kerk en op diverse andere plekken, al soms maanden fietsen staan. En dat noemen we dan weesfietsen. Maar ook in elkaar getrapte tweewielers en verroeste roesbakjes. Meestal staan ze ook nog eens een keer netjes op slot aan een hek of een daarvoor bestemd nietje. Maar we hebben nu een prachtig mooi opgeknapt centrum, wat, ook nog, wat we nog veel mooier willen maken. En het heeft een boel centen gekost, maar we vinden dat het wel een beetje wordt vervuild door dat soort fietsen. De ondernemers hebben in het centrum al pogingen gedaan om de fietsen te laten weghalen door de gemeente, dan wel de BOA's. Nou, dat is op niets uitgelopen. En daarom de vraag van D66 aan de wethouder. Kan de wethouder de opdracht uitzetten op dezelfde werkwijze voor deze fietsen te hanteren als met de weesfietsen op het station? Want daar wordt het namelijk wel gedaan. En daar is het zo dat als er fietsen staan die nog te bereiden zijn, dan worden ze voorzien van een sticker met een waarschuwing. En bij reeds volledig ingestorte fietsen volgt onmiddellijke verwijdering. Dat was de vraag eigenlijk. Nou, de vraag wordt niet beantwoord door de wethouder, maar door de meest enthousiaste fietser van het college, zijn de heer Bouwmans. Dank u wel, voorzitter. Nu, ik weet dat de gemeente om over een hondenpoepzuiger beschikt, durf ik deze vraag ook wel te beantwoorden. Het is zo dat fietswrakken, dus een wrak, die binnen de bouwde kom wordt aangetroffen tijdens surveillances, of nou ja, laat me zeggen, op het moment dat daar medewerkers van ons rondlopen, dan kunnen die door de buitendienst worden verwijderd. En in de praktijk gebeurt het ook en dan wordt ze afgevoerd naar het doek. Dus een eindje verderop hier. Dus wat ingewikkelder als een fiets niet als wrak kan worden aangeduid. Oh, ja, nou goed, wat is een wrak en wat is niet een wrak? Maar goed, het is ook een beetje grijs. Maar als het geen wrak is, dus dan is het nog een gebruiksklare fiets. Dus dan moet je er dus in principe nog op weg kunnen gaan. Dan kan die niet zonder meer worden afgevoerd. Dan zou het college namelijk iets moeten doen. En dat is inderdaad bij het station gebeurd. Dat is dan om in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan openbare gezondheid. Nou, die laatste twee zijn we dubieus. Met uiterlijk aanzien van de gemeente zou een titel kunnen zijn. Dan moet dat gebied worden aangewezen als een gebied waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. Na zo'n aanwijzing, dus dat zou het college kunnen doen, kun je in ieder geval de fietsen daar weghalen. Maar dan moet je wel even goed kijken wat je doet. Want dat betekent dus ook dat fietsen kunnen ook op plekken staan waar het in principe wel mag. En als het dan, nou ja, dus je kunt het niet helemaal 100% dicht krijgen, maar je kunt wel het iets beter doen. Ik vind het zelf eigenlijk wel passend bij de aanpak van de binnenstad, zoals u dat ook schetst. Dus volgens mij moeten we even serieus kijken of we met deze maatregel iets kunnen doen. En wij zullen u daarover berichten. Waarvan acte? Nou, na dit positieve bericht sluit ik de vergadering en wens ik iedereen wel thuis. Ja.